En zijn werk loopt van toegepaste via doodles naar maatschappelijk kritisch verhalen, vertellend, figuratief werk. Dat wereldwijd te vinden is en zeker bekend is van Burning Man in Nevada. Fijn dat je er bent, Dara. Je bent niet alleen onze eerste gast, je bent ook onze eerste live luisteraar. Mooi. Ja, daar zaten we dan op de Kunstacademie Rotterdam. Dan zag ik jou een beetje achter in het lokaal. Wanneer ook maar in dat lokaal keek, was jij daar aan het werk. Als iedereen ook al weg was, dan was jij daar nog steeds aan het werk. Oh, was ik vaak in het lokaal? Ja. Dat is dan denk ik, want de Academie in Rotterdam was al mijn zesde opleiding. Ik kwam vooral heel weinig op opleidingen. Ja. Dus ik vraag me af wanneer jij mij dan hebt gezien. Want het laatste jaar was ik ben maar 2 jaar op school geweest. En het laatste jaar was ik al naar Amsterdam verhuisd en in die house scene gedoken. Dus toen, ik heb zeg maar om te beginnen in het verleden mijn eindexamen. En dit is, praat je over een hele andere tijd. En de bedoeling was ook dat het echt heel slecht was. Mm-hmm. Maar eigenlijk kwam ik niet meer op school en toen was mijn eindexamen, ben ik teruggekomen. Met een vriend van mij, daar teken ik toen strips mee. Hebben een soort hele slechte, en dat kan je eigenlijk ook nu zouden niet meer kunnen maken, een soort kinderporno-grapstrip op de muur geschilderd in 1 minuut. Toen ben ik weggelopen, dat was gewoon een dikke middelvinger naar de school. En toen ben ik teruggekomen de dag daarna, want ik was dan toch benieuwd. En ze hadden het geprobeerd weg te boenen en er allemaal vellen overheen geplakt. Dus ik denk, oh ja, fijne school over de zijk, heb ik in ieder geval iets, in ieder geval iets bereikt. Maar toen bleek dat mijn medeleerlingen dat hadden gedaan, want die vonden dat ik het eindexamen belachelijk had gemaakt. Terwijl ik dacht, volgens mij heb ik alleen mezelf. Maar in die tijd zat ik al niet meer op. Of ik zat er officieel wel. Maar grappig is dat. Ik heb een paar gastlessen later gegeven in Rotterdam. En toen was ik eigenlijk benieuwd van. Want ik had dat volgens mij helemaal verdrongen of ik dan wel of niet een diploma had. Mijn moeder heeft dus die bewaard, die van zo'n heel archief. En die had dus een diploma gevonden. Ze zei, je zal vooral de opmerking erop wel heel mooi vinden. Maar er stond, Daniel is heel hard en werkt heel hard en is heel gemotiveerd, punt. Behalve voor school, want voor school doet hij niks. Dus ik vind het wel grappig dat jij mij in het lokaal hebt. Zo heb ik je ontdekt. Ja. Maar dan was ik waarschijnlijk al voor een flyer iets aan het tekenen of voor een platenhoes. Ja, misschien. Het was een doek. En het was denk ik in 92, 91 of 92. Ja. En zo zag ik jou voor het eerst. Op de academie. In welk jaar zat je op de TU dan? Ik was dus net 17. Daar heb ik eigenlijk 3 maanden nog niet eens gezeten. Want ik wist niet wat ik wou. Ik maakte altijd kleine tekeningen. Eigenlijk vanaf ik heb de naam Dadara heb ik ook bedacht toen ik een jaar 14 of 15 was. Ik zou het moeten opzoeken welk. Maar ik weet nog, ik heb ook 1 vel. En daar heb ik zitten echt uitvogelen. Hoe moet mijn logo worden? Mijn naam en hoe ik Dadara schrijf heb ik echt sinds mijn 14e, 15e. En toen maakte ik altijd die zwart-wit tekeningen. En ik had toen ook het idee. Er is ergens iets fout gegaan, maar ik dacht van, ik kan gewoon een tekenblok hebben, een penseel, inkt en een schetsboek. En meer heb ik niet nodig. Die kan ik mijn hele leven en ik kan gewoon rondreizen in dit. Nou ja, en nu heb ik een atelier van 30 meter lang achter mijn huis en heb ik nog niet genoeg ruimte om een shit te kunnen doen. Maar dat deed ik altijd al. En daarnaast was ik dus ook aan het ontwerpen. En nou ja, toen dacht ik, oké, dan ga ik dus op een opleiding. Ik dacht voor die tekeningen, dat doe ik wel. Ben ik naar de TU Delft dus eerst gegaan, maar dat was al heel snel, vond ik dat zo technisch. Ik dacht, nou dat is het niet. Toen ben ik naar de Vrije Academie Psychopolis, die bestaat niet meer. Daar heb ik zeg maar ook gebeeldhouwd en andere dingen gedaan. Ik heb toen een tijdje voor een soort voorloper van internet tekeningen eigenlijk op de computer gemaakt. Toen ben ik naar de Academie in Eindhoven gegaan. Dus er is een hele. Ik ben nogal rommelig. Ik heb mijn eigen schoolopleiding samengesteld door hier een half jaar te studeren, daar een paar maanden, hier een jaar en tussendoor. Want vanaf mijn 18e werd mijn werk eigenlijk gepubliceerd in een Italiaans stripblad. Ik was vroeger ook helemaal fanatiek into strips. En toen kreeg ik gewoon in die tijd, toen keek ik op mijn bankrekening en daar stond dan weer 1 miljoen lire op. En dat was. Ik ben ook heel, wat dat betreft, heel blessed. Dat ik echt vanaf mijn 18e heb ik er altijd van kunnen leven. Van wat en ik heb miljonair gedaan. Dus ook. Ja, en miljonair. Ja, die heb ik nooit meer gehaald. Maar.
En ben je nog een ontwerper ergens? Of ben je nu alleen maar kunstenaar? Of is daar een balans in? Ik weet niet wat... je hebt dat hokje kunstenaar. En dat is, ja, dat is wat ik ben. Maar tegelijkertijd zijn er dingen... Ik heb... toevallig krijgt hij maandag dan de Prins Bernhard Cultuurprijs uit de handen van koningin Maxima. Maar met Marco Gerris heb ik bijvoorbeeld een theaterstuk gemaakt. Ik heb een kinderboek gemaakt een aantal jaren geleden. Er zijn natuurlijk performances die ik doe, maar op een gegeven moment zijn er ook babyvormige luidsprekers gemaakt met BMW. En dan denk ik, ja, ik heb dus luidsprekers ontworpen, maar ja. Ik weet niet of ik... Ben ik in dat geval ontwerper? Op het moment dat ik een kinderboek maak, ben ik dan illustrator? Als ik een theaterstuk maak, ben ik dan regisseur? Maar het zou wel interessant zijn als je echt gebruiksvoorwerpen zou maken, waarbij... Ja, die speaker, eigenlijk speaker, is dat. Ja, ja. En het is wel zo dat ik... Ik hou vooral van soort projecten. Dat ik op een gegeven moment gebeurt er iets. En meestal is dat, ik vind toeval fascinerend. Dat is mijn hele leven, daar gebeuren er dingen. Ik geloof meer dat het je ogen open houden is. En dan zie ik iets en dat vind ik leuk. En dat ga ik doen. En of dat de vorm van een schilderij heeft, of een ontwerp, of een theaterstuk, of een kinderboek, of iets anders, dat maakt niet zoveel... Mm-hmm. Ik heb ook ooit een film gemaakt. En ik zou het nog steeds, dat ik ergens in mijn achterhoofd denk, ik zou het heel fascinerend vinden als het juiste moment daar is en het klopt om echt een speelfilm te maken. Of misschien ook ooit een boek te schrijven, maar het moet gewoon kloppen. Ik denk wat dat betreft dat kunst iets heel persoonlijk is en de vorm waarin... En ik denk toch dat ontwerpen er op een bepaald... Want veel van mijn werk is... Ik bedoel, ik ben niet iemand die met verf smijt in zijn atelier. En het is er zit altijd een element van ontwerp in. Ja. Dat heb ik ook altijd, omdat ik vroeger en tekende. Maar ja, inderdaad, op ruitjes papier dan... Weet ik nog dat ik een meubel ontworpen met dan voor een platenspeler. En dan stond die kast zo schuin, zodat de platen... En dat werkte dan helemaal blij. En dat ik auto's tekende met daaronder dan ook de 1,3 GS. En dan had ik elk type met hoe groot de motor was. En ik ging dan elk jaar naar de auto rijden. En dan kwam ik met tassen terug. Dus ik vond dat... Maar alleen dat, toen was ik 17 en toen had ik al die TU. En toen dacht ik, dan moet je je met materialen gaan bezighouden. En natuurkunde en weet ik veel. En toen was ik heel snel afgehaakt. Je bent niet zo goed met opgelegde beperkingen, zo te horen. Dat je daarom misschien moeite had met een academie-context. Of dat je vaak bent gewisseld. Maar ja, ik heb nog steeds, zeg maar, regels. Regels en ik hebben, zoals Facebook het zou zeggen, complicated relationship. Maar dat heeft er al mijn hele leven, is niet veranderd. En op Eindhoven, hoe was dat daar? Daar heb ik denk ik een van de beste lessen gehad die ik ooit gehad heb. En die kwam vooral omdat ik moest na een paar maanden daar de rector komen. En mij werd verteld dat ik per direct van school af moest. Twee redenen. Die man had eigenlijk gewoon theater moeten gaan maken, want hij had er een heel toneelstuk van gemaakt. Hij zegt, het is overduidelijk dat je nul creatief talent hebt. En daarnaast heb je ook nog eens nul visueel talent. En ik zat daar, want ik was net 18, was al mijn derde opleiding en het is toch mijn droom. En toen zei hij, ja, je zou kunnen overwegen om boekhouder te worden. Toen had ik echt zoiets van, what the fuck. En toen zei hij, nee, niet dat ik weet of je dat wel kan, maar dat is in ieder geval niet visueel en niet creatief, dus dat zou je kunnen overwegen. Maar nu, grappig genoeg, achteraf gezien, denk ik dat... ik ben heel dankbaar daarvoor niet. Ik vind het verder ik denk, hoe gefrustreerd kan je zijn als je als 40er zo dit tegen een 18-jarige brengt. Maar het heeft mij geleerd dat de mening van iemand anders gewoon de mening van iemand anders is. En zeker als je kunstenaar bent en dingen doet die soms mixed feelings, controversiële reacties oproepen, dan is dat ook prima dat je een project doet en sommige mensen vinden het verschrikkelijk en sommige mensen vinden het geweldig. En dat klopt allemaal, maar dat is gewoon hun mening. En die les heb ik eigenlijk heel jong gekregen. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb geen seconde gedacht, maar ik ga dan boekhouder worden. Dat ontwerpen heeft er wel ingezeten, maar boekhouden, ik vind nog steeds enveloppen openmaken, is ook een hele moeilijke. Maar het heeft gezorgd voor een iconisch moment in je leven, dat je het nu nog over hebt. Ja, dus, maar vooral dat ik terugdenkend kijk, denk, ja, maar dat is ook...
daar geloof ik ook altijd in, dat idee van iets is goed of fout. Ik denk, nee, het is als iets gebeurt, dan is dat, dan kan je wel denken, oh, ja, was dat maar niet gebeurd, of stel als. Het is gewoon gebeurd en het enige wat ik dan kan doen, is ermee dealen. Want dat vind ik ook, nou ja, nu is er een tijdperk met corona en daar kan ik van alles van vinden. En ik denk, was het maar niet gebeurd, waarom dit, waarom dat? Maar het is er en het is, ik vind het veel interessanter om dan daarmee te dealen. Want toen, ja, het net begon, begin maart, ik durfde mijn laptop niet eens aan te doen. Want elke keer als ik mijn laptop aandeed, was het gewoon, dit is gecanceld. Dat project met het hotel gaat niet door. Die lezing gaat niet door. Ja. Toen was als laatste, ik zou een groot project op Boom Festival doen. En dat was ook onze vakantie en alles. Nou, ging ook niet door. En toen was er even een soort op. Nou ja, en ik heb mijn benedenverdieping van mijn huis is een Airbnb. Dus die inkomst was in één keer ook bam weg. Toen heb ik echt 3 dagen, heb ik echt zo, soort alsof ik knock-out geslagen was op de bank gezeten. Maar ja, ik liep in de stad en alles was zo mooi in Amsterdam plotseling. Die stilte. En toen dacht ik, wauw. En het voordeel was, omdat alles gecanceld was, dat was ook een opluchting. Ik denk, ha, ik kan geen mails meer krijgen dat er iets gecanceld wordt, want alles is al gecanceld. Nou, ik kan ook geen mails meer krijgen dat er nog inkomsten komen van die Airbnb's. Dat is ook duidelijk gewoon. En maar de stad, er waren, en ik ben toen allemaal dingen in de stad gaan doen. En nu heb ik dus een expo. En die expo was er dus nooit gekomen zonder corona. Al die samenwerking waar ik kwam, al die dingen in de stad. Het is dus een cadeau dat ik gewoon op een leeg museumplein dingen heb kunnen doen. In een peeskamertje op de Wallen, op de Adamtoren. Dat was allemaal, ik ben gewoon de hoofdact in de grote zaal van Paradiso geweest op een vrijdagavond. Ja, dat zag ik op YouTube. Ja. En dus, wat heb je op museumplein gedaan? Nou, het was eigenlijk, toen was net die hele corona en die eerste lockdown. En de stad was dus heel mooi, maar tegelijkertijd was het natuurlijk ook tragisch. Want vooral kunst was gewoon duidelijk. En dat is nog steeds dat cultuur hier het hardst door geraakt werd. En alle musea waren dicht. Toen wou ik eigenlijk iets zichtbaar maken van, wat gebeurt er in deze wereld als er geen kunst meer is? En ik heb toen een tafel en 2 stoelen op een podium neergezet. En dat in zijn geheel als installatie, het was ook allemaal die tafel en stoelen waren erop vastgemonteerd, op het museumplein gezet. En ik noemde dat The Artist is Not Present. En dat was een verwijzing naar het werk van Marina Abramović, wat denk ik een van de waarschijnlijk 3 meest iconische werken van deze eeuw is. Waar zij in een rode jurk aan, en die tafel is ook duidelijk een verwijzing naar die tafel en die stoelen, zit in elke minuut in het Museum of Modern Art, komt er iemand anders tegenover haar zitten. Ja. Maar toen, het is eigenlijk het idee is, oké, maar als er dus geen kunstenaar, kunstenares bij is, zoals Marina Abramović, dan is het alleen maar een tafel en 2 stoelen. Maar op het moment dat ik het, The Artist is Not Present, noem, op zo'n podium neerzet op het Museumplein, is het ook niet alleen maar een tafel en 2 stoelen. En het is dat, want kunst maakt voor mij, is een beetje dat het ja, onzichtbare zichtbaar maakt, dat het iets toevoegt aan deze wereld, waardoor het niet meer alleen maar materieel is, waardoor ja, dat niet alleen maar een tafel en 2 stoelen, dat we niet alleen maar gebouwen hebben, dat iedereen naar zijn werk gaat, maar er gebeurt iets wat soort het dagelijks leven ontstijgt. Ja. En dat ontbrak. En het was zo een mooi beeld, eigenlijk, dat ik ook, en het stond er een paar dagen en ik ging elke dag kijken. En mensen deden poëzie-performances, tarotleggingen, aten gewoon boterhammetjes daar, verklaarden elkaar hun liefde. Het was echt. En het grappige was, dat was eigenlijk niet het uitgangspunt, maar omdat die tafel en die stoelen ook nog zo vast stonden, was het ook nog symbolisch die 1,5 meter afstand houden. Maar tegelijkertijd was het een ontmoetings. Het kreeg steeds meer lagen. Want ik kreeg ook zoveel mails van mensen en berichten. Toen dacht ik, wauw, dit zou zomaar eens hier echt een symbool van deze tijd kunnen worden. Tot 4 dagen daarna, ik via Instagram iemand die mij volgde met een huilend smileytje stuurde, oh mijn god, ze halen hem weg. Nu. En ik heb, nou, 1 ding wat ik heb gedaan is direct zo'n smiley of zo'n biddend handje icoontje gestuurd. Maak foto's. Ik ben op de fiets gesprongen. Toen ik aankwam, was het al weg. En toen heb je het ook weer over goed en slecht. Eigenlijk was ik toen heel boos. Ik denk, oh fuck, ze hebben hem gewoon weggehaald. En, maar toen heb ik, Marco Gerris die ik net noemde, omdat toen stond dus in de krant dat hij die grote prijs kreeg, 2 dagen daarvoor. En hij stuurt me toevallig, maar ja, alles is zeg maar toeval, of het is je oog, een appje van, oh wat balen dat ze me hebben weggehaald, want ik had iets gepost. En toen dacht ik, hij heeft prijs, ik denk, ik bel hem. Ik zeg, Marco, wil je nu naar het plein komen?
En hij is gekomen en hij heeft dus voor... Ik heb gewoon met mijn telefoon gefilmd. En omdat in het Parool toen Femke Halsema ook had gezegd... Ja, corona laat zien dat Amsterdam weer voor de Amsterdammers moest zijn. Zij zei, ja, leuk dat het in het Parool staat. En ondertussen doet een Amsterdammer, geeft iets aan de stad... en jullie halen het gewoon weg. Ja. Dus het is echt, ja, het is gewoon slap gelul. En deed ook een oproep. Wilt u, gemeentebestuur en Femke Halsema, dit alsjeblieft aan de stad teruggeven? Verder natuurlijk nul reactie uit die hoek. Maar toen zijn er heel veel mensen door dat filmpje zich ermee gaan bemoeien. En toen heeft uiteindelijk het stadscuratorium, die een officiële instantie zich bezighoudt met kunst en openbare ruimte. En wat heel te gek is, is ook met kunst die misschien officieel niet mag, maar wel waarde heeft dat een gemeente ook niet zomaar dingen moet verwijderen. Of zijn in gesprek gegaan, daar is een brief uit ontstaan. En ik was wel benieuwd naar die brief, maar ja, er worden maanden niks meer. Dus toen ben ik op een gegeven moment bij het stadscuratorium en ik had zoiets, ja, ik dacht dat ik een brief zou krijgen. En toen werden zij heel boos en hebben ze de hele tijd mailtjes gestuurd, want de gemeente reageerde niet. Die hebben gewoon dus geprobeerd het dood te laten bloeden door die brief niet te sturen. En, maar ja, voelde je gecensureerd? Nee, ik moet zeggen, achteraf, nee, ja, ik was op dat moment boos. Maar grappig is, dat heb je net als dat... ik inderdaad het nog steeds heb over dat moment dat ik 18 was en van school getrapt werd. Achteraf was dat een cadeautje. Ja. Het was geen cadeautje, maar dat heb ik ervan gemaakt. En wat heb ik namelijk gedaan? Eerst was ik toen boos, maar toen zag ik al die opschudding eromheen. En toen kreeg ik echt een beetje adrenaline en creativiteit. En toen kreeg ik gelukkig van die vrouw, niet had gezien, foto's opgestuurd van dat die handhavers het weg. En ik zag dat beeld van die handhavers die die tafel wegdroegen. En toen besefte ik, wauw, dit is dus inderdaad ook een, in plaats van dat ik boos moest zijn, dit is een cadeau, want de artist is not present, die weggedragen wordt, ja, door prachtig. De handhavers. Omdat dat voegt een, die had ik dus nooit zelf. Ja. En het mooie is van kunst in openbare, kijk, op het moment dat je iets in een galerie of een museum zet, dan is het duidelijk voor, oh, het is kunst. Maar in een openbare ruimte is het ook niet meer, ik plaats iets en ik creëer een basisvoorwaarde, maar wat er daarna mee gebeurt, dat is natuurlijk niet out of my hands voor een deel. Ja. En dat is fascinerend. En toen zag ik dat beeld en toen dacht ik, wauw, ik moet hier een sculptuur van maken. Dus ik heb een sculptuur gemaakt van de handhavers die het wegdragen. En ja, ik heb €400 boete moeten betalen, maar dat ik dan denk... Echt waar, ja? Ja. Ja, dat, omdat je iets in het openbare ruimte hebt? Nee, het is omdat het is weggehaald. En het is net als dat je je auto kosten. Op een invalide wegplek... Ja, ja. Ik heb hem ook op moeten halen. Hij stond ook op 2 parkeerplaatsen bij het depot. Maar ja, het is... Maar ja, ik bedoel, voor €400 heb ik... Toaster, jongens. Ja. 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 Nou, de op de handhavers. Op de handhavers. Die mij voor €400 een prachtige performance hebben verzorgd. Ja, ja, dat is eigenlijk. Ja. Ja. Wat me opvalt is, het is een van je meest conceptuele werken. Want er is helemaal geen esthetica, er is geen, je handschrift is er niet echt zichtbaar. Het is geen, maar ja, maar er is mijn... nou ja, ik heb wel, zeg maar, er zitten, als je kijkt hoe die tafel is gemaakt, er zitten bepaalde hoekjes, het is de titel, maar mijn werk is ook, vaak heel conceptueel. Alleen, wat ik ook heb, en dat is misschien ergens, is dat de... Ik weet niet of er zit een soort... Misschien is dat mijn ontwerperkant, dat er zit een hele conceptuele kant, dat ik dingen verzin. Maar er zit ook een kant in mij, want er is ook, ik vind sommige conceptuele kunst geweldig, en er zit niks moois aan. Mm-hmm. Dat is maar dat is wel heel bijzonder. Maar ik wil het toch altijd inderdaad vaak mooi maken. Maar ja, een van mijn meest recente projecten was op Burning Man. Daar heb ik een week opgesloten gezeten in een zwarte doos, zonder daglicht, met kunstlicht. En dan konden mensen binnenkomen en mij vertellen hoe alles er buiten uitzag. En ik creëerde een soort, met 2 anderen, een virtueel Burning Man binnen, gebaseerd op wat anderen zagen. Mm-hmm. Ja, ik bedoel, qua uiterlijk is dat gewoon een zwarte doos. Een zwarte doos is ook niet echt... dus ja. Soms, en dat is weer wat ik in het begin zei, dat de vorm wat iets heeft, dat is niet zo... De vorm moet kloppen voor het idee. En heb ik natuurlijk wel... en ik denk dat nu mijn sculptuur die ik ervan gemaakt heb... Die heeft alweer meer mijn handschrift, er ook dat handgeschilderd. Maar uiteindelijk heb ik nu de handhavers ook geschilderd, verwerkt in het wapen van Amsterdam. Mm-hmm. Dus uiteindelijk maak ik er... Wil ik ook altijd dingen maken die mooi zijn. Maar is meeste bijna... Nou, ik weet niet of bijna al mijn werk, maar het grootste gedeelte van mijn werk
is ook conceptueel. Want ik heb ook op naar Burning Man heb ik dus heel veel projecten gedaan. En ik heb op een gegeven moment ook een hele grote like op een trap als een soort tempel gezet. Ja. Uiteindelijk was dat ook gewoon een bestaanssymbool. Wat ik goud heb gemaakt en op een trapvormig piramide heb gezet. Dat je eigenlijk ook kan denken. Alleen dan maak ik er omheen weer een tribe met kostuums. En ik probeer wel altijd stiekem om er ook toch wat te kunnen schilderen en iets moois te kunnen maken. Je hebt met die hand de like button in de fik gestoken op Burning Man. Ja, die grote. En dat lijkt ook wel een soort van boodschap of een reactie op de samenleving in jouw werk te zitten. Welk kunstwerk wat niet van jouw hand is, zou absoluut vernietigd moeten worden? Zou vernietigd moeten worden? Oh nee, maar ik vind dat... ik kan een mening hebben over dingen, maar ik vind dat helemaal niet iets... Maar stel, je moet kiezen. Er moet een kunstwerk weg. Welke zou het moeten zijn? Ja, maar er moet voor mij helemaal geen kunstwerk... De vraag is dat natuurlijk wel grappig. Dat wel. Nou, laat ik het andersom zeggen. Ik vind het te gek. Dat vind ik eerder, dat er dus... ik ben niet de eerste kunstenaar die zijn werk vernietigd heeft. Ik vind heel fascinerend dat er juist heel veel kunstenaars... Nou, een van de dingen die heel veel impact op mij heeft gehad, is dat de KLF, die ooit een band waren, en die hebben toen een paar grote hits gehad. We hebben in een paar jaar heel veel geld verdiend, maar het was nooit hun uitgangspunt om een commerciële band te worden. En ze zijn toen met dat geld allemaal dingen gaan doen. Eén is dat ze de Turner Prijs, de grootste Engelse kunstprijs, die is dan 40.000 pond of zo. En dan is er een shortlist en de winnaar krijgt dat. En toen hebben zij een prijs uitgeroepen voor de slechtste kunstenaar. Alleen hebben ze die prijs dan niet 40.000 pond gemaakt, maar 80.000. En aan dezelfde winnaar gegeven van de beste prijs. Dus ze gingen allemaal dingen met dat geld doen. Maar uiteindelijk hebben ze besloten, we kappen met die muziek. Ze hebben na 3 jaar carrière of zo, hebben ze ook bij de MTV Awards, hadden ze een soort losse flodders naar boven geschoten. Ze hebben een backcatalog vernietigd. Ze hebben belasting betaald over alles wat ze verdiend hadden. Hadden 1 miljoen Britse pond over. En die zijn ze naar een klein eilandje gegaan, hebben een journalist meegenomen en één iemand met een camera. En hebben dat verbrand in de open haard. En dat vind ik dus fascinerend, dat op een gegeven moment, en dat heeft zoveel impact op mij gehad, dat ik dacht, ja, waarom moet kunst dus altijd maar blijven? En ik zou nu niet iets kunnen verzinnen, gezegd, het enige kunstwerk... Wat ik dus zou willen vernietigen, als het zou alleen maar iets zijn, maar dan zou ik even moeten nadenken dat ik juist iets heel mooi vind en zo bijzonder in deze tijd, dat ik denk, dit verdient het om dus een nog mooier einde te krijgen. Maar ik zou dus, dat er kunst staat die ik lelijk vind in een stad, vind ik niet relevant, want er is ook nog in een stad, wat ik veel heftiger vind dan lelijke kunst, is al die reclametroep, overal billboards met, ik weet niet wat ze verkopen aan je auto's, onderbroeken, dingen. En het ene is nog verschrikkelijker dan het andere. Maar dan denk ik vind dat verschrikkelijk. Ja. Maar oké, dat is in een stad. Dat zou een heel mooi antwoord zijn, reclamehuizingen. Ja. Het is toegepaste kunst. Het is toegepaste kunst. Nou, ik vind dat niet echt kunst, hoor. Soms wel. Maar wat ik dus heel erg vind, eigenlijk, is dat als ik dus iets doe in een stad of andere kunstenaars, dan mag dat niet. En dan denk ik, en dan zijn er ook mensen die zeggen, ja, maar als jij het doet, dan gaan allemaal mensen leuke dingen in de stad doen. Waarvan sommigen inderdaad, dat iemand zal zeggen, ja, maar dan vind ik sommigen ervan lelijk. Dan denk ik, nou, de hele stad hangt vol met reclame dingen, ja. Die vind ik allemaal lelijk. Maar dan denk ik, de stad is niet van mij. Dus als er blijkbaar mensen behoefte hebben om reclames neer te zetten, naar te kijken, prima. Als ambtenaren blijkbaar behoefte hebben om dingen te doen, prima. Maar deze stad is ook van mij. En van anderen. En als wij de behoefte hebben om iets moois toe te voegen aan deze stad. En dat dan misschien iemand dat lelijk zal vinden. Ja, dat kan. Want de mening dat is van anderen. En ik vind ook een hoop dingen lelijk. Maar dat betekent niet dat ze weg moeten uit de stad. Ik vind juist dat een stad gewoon van de inwoners is. Wat maakt dat vernietigen dan zo'n indruk op jou? Nou ja, een ander... want wat dat betreft vind ik wel grappig dat inderdaad mijn... opleidingen, carrière tussen aanhalingstekens, een hele chaotische is met 6 opleidingen en tussendoor in het buitenland zitten en sowieso gewoon mijn eigen kunst maken en heel vaak ook niet periodes op school komen. Maar het hele leven is natuurlijk wat dat betreft, blijft een opleiding en een leerschool. En
Ik ben toen, eigenlijk dus toen ik nog op de Academie in Rotterdam zat, ben ik heel veel plaathoezen gaan maken en flyers voor de house scene die net begon. En dat is echt het begin geweest van dat ik in één keer als kunstenaar van alles kon gaan doen. Het is ongelooflijk wat één flyer tekenen. En ik heb een periode, een aantal jaar, heb ik dat heel veel gedaan en toen wou ik weer verder. En op een gegeven moment, de belangrijkste plek in die tijd was de Roxy. Dat was een club in Amsterdam. En waarom die vooral ook belangrijk was, dat die een van de medeoprichters was een kunstenaar, Peter Gielen. Wat betekent dat het dus niet alleen maar een plek was om uit te gaan, zo van ja, ik ben maandag tot met vrijdag op mijn werk en dan wil ik zaterdag even helemaal los naar de kloten, zodat ik maandag weer naar mijn baan kan en het kan handelen. Nee, dit was een plek waar dus heel veel kunstenaars kwamen, heel veel bijzondere dingen gebeurden. Toen ik opgroeide las ik natuurlijk altijd al die verhalen over Studio 54 en Keith Haring en War, de ethisch in New York. En plotseling kwam ik eigenlijk ook in zo'n soort scene terecht. En ook geweldig om dat ook te voelen. En toen en Peter Gielo is echt zo'n bijzondere man, die kunstenaar. En toen plotseling in 1999 overleed hij, hersenbloeding. Toen was de begrafenis. En de begrafenis was heel bijzonder. Die duurde echt, ik weet niet meer, 6-7 uur. Er was heel veel vuur bij. Op een gegeven moment vloog zijn lijk ook in de fik. Moest geblust worden. Er viel iemand onder zijn kist, terwijl die kist in het gat ging. Die moest er weer uitgehaald worden. Het was gewoon het leven. En misschien de ultieme performance die ik ooit heb gezien. En diezelfde avond, dat kan je bijna niet geloven dat het echt is, brandde de Roxy af. Door vuurwerk, hè? Ja, ze hadden bij dat feest wat er toen was na afloop, is iets inderdaad van met vuur daarin. Oké, het brandt diezelfde avond af. Ik heb nog nooit zoveel bekenden op straat gezien. Het was bijna een soort koninginnendag wat dat betreft. Die allemaal stond te kijken naar die brandende Roxy. En ergens besefte ik ook, want ik kwam er eigenlijk al veel in. En het was ook, want Peter Giel had in die tijd ook al ruzie met de Roxy. Er waren heel veel dingen aan de hand. Maar het mooie is dat door dat vuur is de magie van die periode een soort voor eeuwig bewaard gebleven. Het had ook zijn functie gehad en het werd een soort legende door het vuur. En wat mooi is, dat ik ben heel erg altijd in het nu, dat als mensen denken, oh, maar ga je weer baby's schilderen of dingen die ik vroeger deed. Denk ik, ja, maar dat is vroeger, nu ben ik met dingen bezig. Maar op het moment dat iets gecreëerd wordt, heeft het vaak zo veel kracht. Dat zie je met een film die gemaakt wordt, een album, bepaalde kunst. Dat is echt. En dan kan je daar dus een businessmodel van maken door het gewoon maar hetzelfde trucje te blijven herhalen. Repetition is the key to success. Ja. Er zijn heel veel voorbeelden van. En dan ga je heel rijk worden, een groot bedrijf. Ja, worstel ik ook mee. Ja. De hele tijd als nieuwe dingen proberen is niet goed. Ja. Is niet handig. Nee, het is financieel niet handig. Maar het betekent wel dat je. En eens in de zoveel tijd komt er dan weer een ding. En ik ben echt grateful dat het mij inderdaad eens in de zoveel tijd weer lukt om opnieuw uit te vinden. En echt denk, oh ja, wauw. Mm-hmm. Er is weer echt iets. En een periode heeft het mij geholpen dat ik gewoon inderdaad. Ik heb dingen in de fik gestoken, met explosieven opgeblazen, met kettingzagen, sloophamers verwoest. En het was eigenlijk dat je iets doet en dan eigenlijk alles er soort uithaalt op dat moment. En dan een soort knal en dan. Heb je het gevoel dat de generatie nu braver is geworden? Dat zeg maar de jeugd nu niet zoiets heeft? Of als ze het hebben, welke vorm heeft het dan? Maar ik weet niet of dingen braver zo'n per se uitlaat zijn, maar ik vind dus fascinerend. Social media heb ik ook een project over gedaan. En zoals alles, het is nog niet zwart-wit, het is niet goed of slecht. Er zitten heel veel slechte kanten aan. Maar ik vind het dus een Instagram geweldig, omdat ik zoveel kunst daar volg. Terwijl Facebook is heel vermoeiend, want iedereen post dan. En dat een kind weer zwemdiploma A heeft, wat ze hebben gegeten, wat ze van corona vinden. En op een gegeven moment zin naar dingen te kijken. Je wordt alleen maar. En dan ga ik naar Instagram en dan zie ik zoveel mensen bijzondere dingen doen. En dat ik bijna denk, is er ooit een periode geweest waarin zoveel waanzinnige kunst en muziek werd gemaakt als nu? Ik denk tegelijkertijd is het nu een periode. Meer bijzondere dingen dan ever. En tegelijkertijd is er inderdaad een soort. Dat ik ook in Amsterdam rondloop en denk, nou, de wilde stad waar ik kwam, waar ik moest gaan wonen. Want ik had eigenlijk zoiets. Berlijn deed ik heel veel, maar Berlijn was misschien net een tikje te wild.
Ik dacht, oké, dat is leuk om continu projecten te doen. Maar dan is Amsterdam als een beetje de dorpsversie van Berlijn. Maar ook hier, waar jouw studio zit, ik weet niet, je had Vrieshuis Amerika. Dat stond denk ik echt twee panden verderop. Mm-hmm. En daar gingen we altijd uit. En er waren ook dus heel veel kunstenaars die allemaal feesten gaven en dingen. En dan fietste je door de tippelzone heen. En ja, dat was deze kade, hè? Ja. En ik bedoel, dat er geen tippelzone meer is en geen heroïneprostitutie, zo, dat is natuurlijk geweldig, want dat is mensonterend. Maar er was iets, het had ook in al die tragiek iets moois, dat je daar langs fietste. En dat het idee had, nu laat ik de bestaande wereld, de maatschappij achter me en hier kan alles. Ja. Dat maar, is ook dat idee van temporary autonomous zones, dat je even een plek hebt die zonder regels is en... Maar het kan zijn dat de techniek ervoor gezorgd heeft dat de kwaliteit omhoog is gegaan, maar dat de motivatie toch braver is geworden. Dat het minder heftig of minder... Aan de ene kant wel, maar dan zie ik zeg maar bijvoorbeeld online dingen met hackers en Anonymous. En dat is weer een wereld waar ik niet alles van begrijp, maar die vind ik dus heel fascinerend. Mm-hmm. Dat betekent, er is al heel lang niet meer een nieuwe muziekstijl. Het begin van de house-tijd, de punk, de... New Wave, de 60s die alles omgooide, dat is al heel lang niet meer geweest. Maar ik bedoel dat er dat soort dingen. Ik vond op een gegeven moment zo'n Anonymous echt fascinerend. Ik denk, hoe kunnen er dus in één keer zo'n grote beweging zijn waar dus niemand is begonnen? Dat je op een gegeven moment had je, nou ja, het is ook weer heel snel afgelopen, maar had je Occupy en dat in één keer. Maar het is niet iemand die dat begon. En ik denk, er gebeuren dus. Er is nog steeds potentie dat er van alles... En nu denk ik ook... Nou ja, ik woon dan in de Pijp in Amsterdam... en dat is een beetje mijn stukjes helemaal... wordt al de Goudkust genoemd... en iedereen alleen maar aan het verbouwen... om nog meer vierkante meters te creëren. En er wonen inderdaad steeds meer expats... en overal kan je organic cappuccino... Het is hartstikke luxe en chic... maar het is inderdaad niet heel opwindend. Maar dat ik ook dacht van ja, is dit de... Maar nu, dat is weer vast. Nu zitten we weer in een tijd. Ik denk, nou ja, misschien komen er weer anti-kraakplekken. Ik geloof dat ontwikkelingen gaan nooit, gaan nooit één kant op. Ja. Ik vroeg jou aan de telefoon voordat we dit gesprek hadden van ja, wat is nou een film die invloed op jou heeft gehad? Kwam je met Koyanis Kwatski? En ik heb even opgezocht wat daar op Wikipedia over is gegeven. Dat is een mooie zin die wil ik met je delen. En dan ben ik benieuwd hoe jij daarop... Dat is die Hopi Prophecy? Of? Het is die Hopi Prophecy inderdaad, van de Koyanis Kwatski. En het op de wiki staat... Leven in gekte, leven in onrust, leven in onbalans, leven in desintegratie. Een manier van leven die vraagt om een andere manier van leven. Als jij deze zin zo hoort, wat doet dat met jou? Nou ja, ik weet dat... heel veel mensen houden van zekerheid. Dus, en die heb ik dus nooit begrepen. Ik hou van chaos. Nietzsche heeft een hele mooie zin. Geven chaos gives birth to a dancing star. Omdat in chaos is dus alles mogelijk. En dat idee van dat wij zekerheid... ik heb dus ook nog nooit van mijn leven een baantje... Ja, toen ik 15 was, een week... grappig, nu kent natuurlijk iedereen het RIVM. Maar daar heb ik een baantje gehad en... Blijkt achteraf dat ik ook inderdaad een keer heb afgewassen. En ik heb een keer ergens een productieband. Maar dat is dus... ik heb 5 dagen werk op mijn 15e gedaan. En daarna... En toen heb ik ook echt besloten, op die leeftijd al... Ik wil nooit meer voor iemand werken. En dat mensen zeggen dan altijd... Ja, maar dan toen ik ook een kind kreeg... Dan denken ze, ja, maar hoe kan je dan zo leven? Want je moet toch zekerheid hebben? Dat hele idee dat wij ons leven zeker kunnen maken... Het leven is chaos en er gebeuren altijd dingen die onvoorspelbaar zijn. En in plaats van, dat is volgens mij wat ik ook bijvoorbeeld met dat ik van Eindhoven was afgetrapt en dingen, die onvoorspelbare dingen, die zorgen uiteindelijk achteraf meestal er waanzinnige dingen uitkomen. En je had ook gevraagd over favoriet boeken. Nou, er zijn gewoon dus zoveel films en zoveel boeken goed vindt, maar er is een boek. En daar ben ik aan begonnen en ik heb dit jaar gewoon zoveel gecreëerd en gemaakt met anderen. Dat lezen is er gewoon niet van gekomen. Maar dat boek heet The Black Swan van Nassim Taleb, die volgens mij. En die gaat, ik ben toen begonnen met lezen en uiteindelijk, en grappig is, net voor die corona. Maar dat boek gaat The Black Swan, dat zijn dus plotselinge dramatische gebeurtenissen die je hele leven omgooien.
En ook een kenmerk daarvan is dat je niemand zat zien aankomen, maar achteraf iedereen zegt, oh ja, natuurlijk had dat... maar die Black Swans, ik vind dat soort gebeurtenissen dus fascinerend. Wat omdat zijn dat Black Swan gebeurtenissen? Dat zijn dus dramatische, plotselinge gebeurtenissen, wat ik net zeg, die je hele leven gewoon omgooien. En die gebeuren ook heel vaak. Dat kan zijn dat iemand in één keer zijn baan kwijtraakt. Het kan een aardbeving zijn. Het kan laatst in Beirut van, ik bedoel, dat er een ontploffing. En bij corona is het nu duidelijk dat iedereen heeft nu te maken, maar er is iets gebeurd wat niemand had zien aankomen. En nu iedereen zegt, oh ja, maar er werd al heel lang voor gewaarschuwd. Waardoor bijna iedereen zijn leven helemaal is veranderd. En wat in dat boek staat, maar dan zeg je... Eigenlijk jammer dat ik ben begonnen te lezen daarin net voor corona, maar toen dingen ben gaan doen en ben afgehaakt. De enige zekerheid wat hij zegt in het boek is dat je weet dat het gaat gebeuren. En het enige wat je dus kan doen is je voorbereiden, een soort flexibiliteit, dat je dus als when shit hits the fan, dat je daar gewoon mee kan omgaan. Ja, ik heb het heel lang geleden gelezen, maar volgens mij zijn ze positief en negatief ook. Hè? Dus, ja, maar dat is met alles ja. Is natuurlijk het yin yang. Dus, de uitvinding van de iPhone is ook een soort black swan event. Maar een heel positieve, die de wereld veranderd heeft. Nou ja, en ook heel negatief, want dat zie je nu ook met social media. Als je nu kijkt met Donald Trump en disinformatie en dingen dat niemand had eigenlijk gezien aankomen, dat effect, dit heeft onze wereld op een manier veranderd die gewoon... En tegelijkertijd kan je er natuurlijk heel veel... want ondanks dat ik een Like for Real project en over social media veel dingen heb gedaan en een begrafenis voor de like heb georganiseerd... Maar ik gebruik zeg maar ook social media en ik vind het geweldig dat ik ook heel juist bijvoorbeeld via Instagram heel veel andere kunstenaars en makers ontmoet. En er heel veel door, dus bij elk ding wat er gebeurt is het... Heb je de Social Dilemma gezien? Nee. Die moet je echt zien. Ja, het ding is dat ik dus jaren heb ik dus dat project gedaan en toen ben ik er helemaal ingedoken. Maar dat is meestal met mij dat ik iets doe, dan word ik... En dat kan bij wijze van spreken morgen gebeuren, dat ik in één keer een idee krijg en daarna fucks up my whole life, zeg maar, dan duik ik er helemaal in. En daarna duik ik er weer, een periode heb ik dat dus gedaan door vernietigen, dat ik dacht klaar, opblazen en nu doe ik het minder agressief. Was die voor corona dan een leven dat vroeg om een ander leven na corona? Ja, want er zijn een hele hoop dingen dat... Nou ja, dat er werd gezegd van, er werd al, ik bedoel dat vliegen van ons, er werd altijd gezegd dat kan niet, dat mensen zoveel vliegen. En wat gebeurt er nu? Er kan niet meer gevlogen worden. Ik bedoel, jullie wonen allemaal in Amsterdam. Er werd continu gezegd, dat toerisme in Amsterdam, er moet iets aan gedaan worden, er moet iets aan die commercialiteit van Amsterdam. En er gebeurde dus gewoon niks, maar het was gewoon duidelijk, er moet, het was voor mij ook, ik heb die I Amsterdam letters niet voor niets, zeg maar, ook met een guerrilla actie toen helemaal ingepakt. Maar ik dacht, hoezo City Market? Het is gewoon belachelijk dat je daar geld in stopt en niet in bijvoorbeeld zorgen dat, wat ik baal, dat is zeg maar als ik iets doe, want het is wel vaker, dat is wel altijd, komt de gemeente weer aan en dan krijg ik weer of een reprimande of een boete. En dan denk ik, in plaats van daar je zou beter energie kunnen stoppen in al die mensen die bijzondere dingen in deze stad doen, in ieder geval gewoon met rust laten in plaats van een soort reclamebureau, een marketingcampagne. Laten we denken. Dus er was al heel lang duidelijk dat aan het toerisme wat moest gebeuren. En nu is er plotseling, en dat vind ik dus heel fascinerend, zijn ze dus weg. En wordt er nu ook veel uitdrukkelijker. Maar ik ben dan benieuwd, is dit dan het moment dat het echt gaat gebeuren? Dat we inderdaad gaan zeggen, aan deze stad moet nu van zijn eigen kracht uitgaan. Maar ik denk, misschien is dus die chaos inderdaad nodig om... duidelijk te maken, jullie praten nu al, iedereen praat al jaren erover dat het zo niet verder kan. En nu is het gewoon, of moet het dan nog heftiger worden voordat... En ik hoor jou zeggen, is dit dan het moment dat het gaat gebeuren? Kun je iets meer vertellen over wat het is dat zou kunnen gaan gebeuren? Wat is dan, als je het mag schetsen? Nee, het is gewoon in het kader van, wat ik dan zeg, nadenken over dat toerisme, dat een stad moet uitgaan van zijn eigen krachten, niet meer... alleen maar daarop inzetten. Nou, dat iedereen het erover heeft, dat vliegen kan niet meer. Ik denk, nu is het moment dat alles waar... Er zijn nog 100.000 andere dingen waar mensen het dan de hele tijd over hebben. En dat er gezegd wordt, ja, we moeten er iets aan doen. Nou, bam. Ja. Maar nu vliegen we niet. Wat komt er voor in de plaats? Of wat is next? Wat voor zin? Nee, ik ben geen futuroloog. Ik vind het al hartstikke leuk, futurologen, dat ze denken dat ze de toekomst kunnen voorspellen. Ik kan het niet voorspellen, maar ik vind het veel interessanter... wat ik eigenlijk ook
kunst vind ik dus te gek dat het vragen kan stellen. Maar ik lever geen oplossing. Ik vind überhaupt dat mensen denken dat ze oplossingen... heb je een ego? Ik denk dat je echt dat ik zou denken dat ik de wereld kan veranderen. Maar wat ik wel... Want de wereld is chaos. En het mooie is dat als ik iets doe... Dan zeggen mensen altijd, wat verwacht je dat er gaat? Dat vraag jij nu, wat verwacht je dat er gebeurt? En denk ik, ik voel dat ik iets moet doen en dan doe ik dat. Maar wat er daarna gebeurt, dat vind ik zo mooi. De wereld is zo gecompliceerd en zo chaotisch dat ik voeg dan iets toe en dan gaan er dingen. En het mooie is dat er dingen gaan. Maar wat er precies gaat gebeuren, dat is te. Er is Alan Moore die V for Vendetta. Film heeft geschreven, die had ook ik zou echt die quote precies moeten kennen, maar over complottheorieën, dat nu zo heerst, die zegt op een gegeven moment, zegt, ja, het is voor mensen is het heel moeilijk te accepteren dat er chaos is. Mm-hmm. Dus hebben ze liever dat er dan een theorie is dat er allemaal Joodse reptielen, zeg maar, dit allemaal hebben veroorzaakt, want dan heb je in ieder geval, dan weet je, oh, dat is er gewoon aan de hand. Maar dat er dus gewoon, dat het veel ingewikkelder is en chaotischer, dus, dat... Dus eigenlijk is een soort religie complot denken. Want religie is ook een manier om dingen uit te leggen die je niet snapt. Ja, nou ja, het maakt, we hebben natuurlijk ook... ik heb dus een boek wat ik wel heb gelezen vorig jaar, Homo Deus. Is ook had over dat de mensheid blijkbaar verhalen nodig heeft. En dat die ons ook weer verder brengen. Dat eerst was er religie, dan was er bijvoorbeeld ook het geld, is ook een verhaal. We hebben allemaal, wij leven al heel lang met human constructs. Want ik heb ook een project over geld gedaan. Omdat ik heb dus nooit begrepen waarom... Mensen alles doen voor geld. Mm-hmm. En ik denk, dat is het is nou gewoon een verzinsel geld. En het is niet een verzinsel als dat het niet bestaat. Het is een verzinsel en ik bedoel, het werkt ook, maar het is niet de waarheid. Mm-hmm. En dat hele idee dat er ook één... dat vind ik ook fascinerend in deze tijd. Dat er heel veel polarisatie is. Wat ik ook, dat vind ik eigenlijk vooral heel heftig. Maar dat mensen dus ook allemaal denken van, ik heb de waarheid. En dan denkt iemand anders, ik heb ook... Maar het mooie is dat er ook twee dingen waar kunnen zijn en dan kunnen ze ook nog naast elkaar bestaan. Mm-hmm. Het feit dat ik iets denk of vind en iemand anders iets anders vindt, betekent niet dat ik gelijk heb of die ander. Ik vind het veel interessanter om dan te kijken van als we naar elkaar luisteren, wat kan er dan ontstaan? En ik geloof dat er helemaal niet, ik geloof dat het nauwelijks is voorgekomen ooit in de geschiedenis van de mensheid dat iemand echt totaal gelijk heeft. Behalve misschien als ik zeg, dit is een lepel. Voor kleine dingetjes denk je, oké, maar bij grotere dingen, het is nooit zwart-wit. Maar wat wel weer moeilijk vind van social media, is dat mensen denken dat als ze een YouTube-filmpje hebben gezien van die iemand anders heeft gepost, dat... Nou ja, en het is natuurlijk ik heb de social dilemma niet gezien, maar ik vermoed dat de social filterbubbel daar ook in voorkomt. Nou, het gaat over hoe ze heel bewust je verslaafd maken. Dus de hele strategie van Facebook, Twitter... Ja, maar die ken ik dus en zelfs in die tijd ook Like For Real Day, dus een jaar geleden. Toen waren er ook congressen en die gingen erover over hoe je mensen verslaafd... Verslavingsdeskundigen die dat gestudeerd hebben vroeger, gingen ze naar het Jelinek. Wat heel mooi is, want dan help je dus iemand die verslaafd is van zijn verslaving af te komen. Mm-hmm. Op een gegeven moment werden dat soort mensen dus gerecruit door... De Facebook, ja, dan kan je dus voor, weet ik veel, €2000 per maand met Jelinek gaan werken. Maar als je heel goed bent, komt Facebook en die zeggen, nou, als wij nou je salaris verdriedubbelen, kom je dan bij ons werken, maar niet om mensen van een verslaving af te helpen, maar om ons te helpen. Ja. Ja, het is... grappig is dat ik daar dus... Het lijkt voor je, heb ik het 7 jaar geleden gedaan. Ik vind heel fascinerend, al die technieken. Maar de social media bubble, die dat... en dat maakt het heel moeilijk. Ik vind het. Ik hou van de mening van anderen. En dat ik ook zie dat er andere dingen. En dat ik in verschillende werelden kom. En dat wordt natuurlijk steeds moeilijker als ik nu iets vind. Krijg ik dus alleen maar te zien dat iedereen om mij heen dat ook vindt. En dan krijg ik links te zien. Ja, precies, En dan wordt het natuurlijk heel moeilijk om. Want ik geloof ook dat soms heb ik een mening over dingen en je wordt geïsoleerd in een klankkast. Ja, en dan kan iemand anders mij iets anders laten zien. Dan denk ik, oh ja, het is, dat vind ik ook het mooie van eigenlijk wetenschap. Dat het is altijd waar tot het tegendeel bewezen is. En dat je altijd, maar dat je dus ook in discussie kan met iemand die het niet met jou eens en dan daarvan leren. En dan denk je, oh, maar misschien heeft die daar een punt. Maar dan denk je, je hebt daar wel een punt. Maar, en dan brengt discussie...
mensen dichter bij elkaar, maar ik heb dat... Maar als je de like-symbool verbrandt, ben je niet bang dat mensen denken dat je gewoon het hele social media afkeurt? Of dat je denkt van, ik wil naar een wereld zonder social media? Nee, maar dat heb ik toen ook duidelijk altijd gemaakt. Dat ik zou het ik vind het sowieso onzin om terug te gaan. Ik bedoel, vroeger... Nou, ik zat er nou juist wel aan te denken, want we zitten in, je kan pas als je terugkijkt eigenlijk hier van... Dit is wel een mooi voorbeeld. We hebben nu de social dilemma. Het is vrij actueel wat daar dan met verslaving en wat effect heeft op de samenleving en wat er een effect is. En jij hebt in 2007 de like-button verbrand. Dus in retrospectief heb je toen iets gevoeld waardoor je dacht, ik moet dit doen. Zoals je net zegt, ik doe dingen op het moment dat ik denk, nu moet dit gebeuren. Ja. Voor jou moest je toen de like-button verbranden. Ik was toen zelf nog een soort van blij met de like-button. Oh, leuk. Facebook heeft een like-button. Oh, Daniel heeft hem al verbrand. Ja, fantastisch. Daar is wat aan de hand. Nou, het grappige is... Wat was er aan de hand als je nu terugkijkt? Het grappige is, dat was 2013. Toen heb ik op Burning Man die grote like op een platform neergezet. Dus 15 meter hoog. En het is denk ik een van de meest gehate controversiële projecten ooit op Burning Man geweest. Want Burning Man heeft dan één... Die hebben dus ook, wat ik al eerder zei, ik heb het best wel zwaar met regels. Maar die hebben dan plots, tot 2004 was het gewoon, was natuurlijk wat kleiner. En had je een groep mensen die voelden waar het over ging. Toen werd het groter en toen zijn er 10 principles bedacht. En één is decommodification. Maar dat is dus er is een reden dat er is. Een decommodity is een verhandelbaar goed. En resultaat daarvan is dat er dus geen logo's zijn. Maar ja, daar gaan dus allemaal mensen heen, die hebben dan een reclamebureau en die denken, oh leuk, ik ga even wel laten inspireren daar. En dan plakken ze het Heineken-logo op een flesje af en dan denk je, ja, maar daar gaat het gaat verder. En iedereen werd dus boos, want er stond dus een uitgelicht ook nog op echt de plek tussen de tempel en de man, de meest visuele plek, stond er dus een heel grote like. Dus werden ze daar heel boos om. En grappig is dat, dan zijn we nu zeg maar 7 jaar later... En Burning Man heeft dus heel erg zwaar, doordat er allemaal influencers en dat hun verhaal dus ondersneeuwt in daarin. En nu krijg ik dus allemaal berichten, mensen die zeggen, oh wauw, maar daar ging het dus over. En dat ik ook dacht van ja, dude, in plaats van boos worden op mij, had je misschien beter inderdaad boos kunnen worden en dan denken, waarom ben ik boos? En nadenken over... wat inderdaad die like veroorzaakt. En ik ben nooit anti-social media geweest. Maar voor zag je dan al? Je hebt dan een gevoel van, nou, ik ga dat maken. Maar zit er dan ook al een gevoel bij van, er zit kracht of spanning op? Ik voorzie dat daar meer mee gaat. Hoe voelt dat dan op zich? Wat kunst, die heb ik van mij hier net ook gezet, is dat het onzichtbare zichtbaar maakt. En dat is voor mij, denk ik, de grootste kracht van kunst. Dat er is iets, dat is er al. En kunstenaars kunnen op een of andere manier dat al wat eerder voelen en... iets zichtbaar maken, waardoor anderen het ook kunnen voelen. En dat je dan, dat is nou ja, ook het woord tijdsgeest. Tijdsgeest bestaat, alleen het is niet tastbaar. Het is niet dat je als wetenschapper kan meten, oh, er is nu een molecuul dit en dus dat is de tijdsgeest. En dat is voor mij dus wat kunst kan, iets wat er al is, gewoon zichtbaar maken en daardoor misschien voelbaarder voor meer mensen. Jij werkt heel erg met je. Ja. En ik merk inderdaad terugkijkend dat met... Ja, maar ook toen een heel lang dan voor die like... dat zeg maar die house opkwam. Dat ik dus iets voelde van... hé, hier gebeurt iets wat gewoon echt happening is. Maar tegelijkertijd, en daar komt weer ook mijn achtergrond in... toen ik 12 was, boven mijn bed hingen allemaal platenhoezen. De banaan van Warhol voor de Velvet Underground. Dat vond ik geweldig. En toen was ik volgens mij 16, toen kwam de cd en toen stortte een beetje mijn wereld in. Want ik had altijd gedacht, ik ga later platenhoezen maken. En toen waren de platenhoezen, waren die stomme cd's er. Maar toen kwam dus die house, maar eerst kwam die. En ik was al begonnen met heel veel illegale feesten en dingen heen gaan. En ik voelde die energie, maar ik dacht, het is zo raar, want het heeft geen beeld. En dat punk had voor mij een beeld. De 60's, waar het was ook duidelijk gewoon dit... Ik bedoel, al die psychedelische posters. Ik bedoel, alleen al de hoes van Nevermind the Bollocks, hier is de Sex Pistols. Weet je, punk had... je voelde, je kon het zien en je voelde wat het was. En toen dacht ik, house heeft dit niet. En ik heb toen echt bewust gedacht, ik moet dit zichtbaar gaan maken. En achteraf gezien, denk je inderdaad, heb ik dan iets gevoeld wat later... Maar zelfs dat ik op Burning Man in een zwarte doos ben gaan zitten, dat over een virtueel Burning Man ging... Dat was 2017, wat gebeurt er dit jaar?
Er is corona, er is geen Burning Man. Omdat Burning Man echt uit een tech community komt. Zij zijn gigantisch veel energie, geld, tijd. Er kwam een virtueel Burning Man. Maar ik bedoel, ik heb geen glazen bol. Maar je voelt dingen die gewoon... Nou, die, het is niet voorvoelen, want ze gebeuren. Alleen ze zijn nog niet zo groot zichtbaar. Ja. Maar ze zijn er al. Ziet het ja. En je gaat ermee. Ja. Ja, prachtig. Even kijken. Wat hebben we nog? De toekomst. We het eens hebben over de toekomst. Je zei net, ik ben geen visionair en ook geen futuroloog. Nee. Maar het is toch misschien leuk om een beetje te fantaseren over de toekomst. Nou ja, maar voor het futuroloog, ik vind het zo grappig dat... dus er zijn in de jaren 60 waren er allemaal plaatjes hoe de wereld er in 2020 uit ging zien. En we hadden allemaal auto's die door de lucht vlogen. Maar er is geen één plaatje, ever, waar dus gewoon staat dat er allemaal mensen in de stad lopen. En die hebben allemaal een dingetje in hun hand. En die staan allemaal zo. Dus is het leuke is dat alles zo complex is dat het niet... Ik hou om die reden ook heel erg van het nu. Ik ben vooral, want mensen vragen, dat is ook zo'n standaard vraag, waar zie je jezelf over 5 jaar? Dan denk ik, ja, vraag mij dat over 4,5 jaar. Ik denk, want het zou mij ook beperken als ik nu denk, over 5 jaar wil ik daar zijn. Mm-hmm. Ik heb dat ook altijd als ik projecten doe, zit er ook een hele grote aspect van uncertainty in, van onzeker dat ik... een basisidee heb en dan ga ik het gewoon doen. Want ik weet dat er dan allemaal dingen ontstaan en het eindresultaat is altijd, dat weet ik niet precies hoe dat wordt. Waardoor ik het ook spannend vind om te doen. Want er zijn ook mensen die werken anders, die hebben dan een idee, dan moet dit, en dan hebben ze helemaal uitgeschetst en gedaan. En dan denken ze, dit moet er over een jaar staan. Maar dan denk ik, ja, maar ik heb het al, dan weet ik het al. Dus dit, en ik moet zeggen, deze, wat ik fascinerend vind, deze hele expo die ik nu... heb gemaakt en nou ja, bij jullie geweest zijn bij Kochiksbos en waarin al die samenwerkingen met en DevP en Schiefmacher en Bas Kosters en Laser en de artist is not present en dat de handhavers dat hebben weggehaald en dat ik op het dak van de Aanamtoren een foto met mijn vriendin heb gemaakt en dat we al die dingen wist ik wist 8 maanden geleden niet dat ik dit zou gaan doen. En dat is wat ik zo fascinerend van de toekomst vind. Dat ik alleen maar open kan staan en probeer mijn ogen open te... Ik denk dat het eigenlijk is, want ik heb altijd zoiets dat ik geloof niet in toeval. Maar ik geloof meer dat het is je ogen open hebben, want veel dingen worden als toeval gezien. Maar het is weer die complexiteit van de wereld met al die miljarden mensen dingen. Er overal zitten verbanden tussen. Mm-hmm. Maar veel mensen zijn zo geconditioneerd in onze maatschappij dat we... We hebben een agenda. Ik heb nog nooit van mijn leven een agenda gehad, ook geen digitale. We gaan van A naar B. En dan moeten we dus bij B aankomen. Maar onderweg zijn er dus zoveel meer die misschien veel interessanter zijn. En ik geloof dus meer in wel dingen doen. Want als ik gewoon op de bank blijf zitten, dan gebeurt er zeker geen toeval. En dat ik dus wel plannen heb. Maar dan ga ik daarheen en dan onderweg gebeurt er van alles. En door mijn ogen open te hebben, kan ik dan voelen waar het heen gaat. Heb je al een gevoel bij artificial intelligence? Waar dat heen gaat? Of niet, denk je daar niet over na? Wel, toen ik het project van die zwarte doos deed, toen ben ik echt een jaar ook heel erg in VR gedoken. En toen ben ik wel begonnen met boeken lezen. Ik heb Neuromancer van William Gibson, Snow Crash van Ian Stephenson en Ready Player One. En dat waren allemaal boeken over als wij dus straks in een virtuele... Maar dat ik vind AI... Ik bedoel, ik zou er dan echt in moeten duiken. Dat vind ik dan wel om een mening over te hebben. Maar zoals met social media is het iets wat hele goede kanten heeft. En hele slechte mm-hmm. kanten. En ik vind natuurlijk... Ik bedoel, het feit dat drones straks, zeg maar... Dat die autonomous drones oorlog gaan voeren. Dat ze zelf beslissingen kunnen nemen. Ja, ik vind dat heel ingewikkeld. Maar ik bedoel, de zelfrijdende auto... heb ik vanaf het begin, dat is dan wel een ding waar ik echt een mening over heb, dat heb ik heel heftig gevonden. Niet qua, dat ik altijd heb geloofd vanaf dag 1, ik dacht ja, dat het veiliger gaat zijn, kan je mij van overtuigen, omdat inderdaad het gewoon puur op regels en algoritmes gebaseerd en niet te maken heeft met iemand die verliefd is, boos, dronken, raar. Maar dat ik dacht, de reden is natuurlijk dat een Google en al die bedrijven weten als een auto's, zelfrijdend is,
Dat betekent dat hij dus de hele omgeving moet afscannen. Dus je moet alles in kaart brengen. En je weet dan, letterlijk nu met social media en zo, weet de bedrijven heel veel van ons. Mm-hmm. En gingen. Maar nu kijken ze van buiten van ons. En dan kunnen ze letterlijk door onze ogen kijken. Ja. En net als zeg maar Nest, zo'n intelligente thermostaat en dat soort dingen. Ik vind dus dat aspect van die privacy vind ik al dat ik denk, wow. Ja. Wordt hier, dat is vanaf dag 1. En dat is al zoveel jaar geleden. En ik dacht, wordt hier over nagedacht. Dus niet over de voordelen alleen, maar wat houdt dat in? En willen wij dat? Mm-hmm. En wil je op een gegeven moment... maar dat is altijd de afweging van wat levert het op en wat kost het? Ik denk dat is altijd yin-yang, ja. Want er is niks wat alleen maar voordeel heeft. Maar dat, ik bedoel, in mijn eigen leven doe ik dat ook altijd. Dat ik denk, oké, als ik dit doe, dan ergens weet je, wauw. En dan weet ik ook gewoon, oké, daardoor gaat dat en dat niet gebeuren. Maar dan denk ik, ja, maar dat is gewoon duidelijk. Ik wil dat en dan, it's a fair price. Nee, maar ik vraag me dus wel af of of daarover wordt nagedacht. En je ziet nu, nou ja, wat ik een heel dramatisch aspect vind van het hele corona gebeuren nu, is dat een Jeff Bezos en wel meer types uit de tech, maar die heeft in 8 maanden, is die 80 miljard, ik wil het precies het bedrag, want dan zou ik het echt moeten opzoeken, maar die is tientallen miljarden rijker geworden. En ik vind dat soort dingen heel heftig. Want dan denk ik, ja, zo'n tech-industrie gaat straks... Wat dan denk ik, cultuur staat zo onder druk. En dat is zo... En dat, wat ik bijvoorbeeld met het Like for Real, waar het heel erg over ging... Het was niet anti-social media. Maar juist hoe belangrijk echte dingen zijn. En hoe mooi technologie is. Want ik vind technologie heeft zoveel aan zijn kracht. Ja, je zegt ergens dat de werkelijkheid heeft nog steeds meer resolutie. Meer pixels dan een screen of een smartphone. Maar ja. Er zijn mensen die denken, vooral onderzoekers naar AI, die worden door hun onderzoek gedwongen om de menselijke brein nog beter te begrijpen. Die komen er steeds meer achter dat het wellicht mogelijk is dat de realiteit een simulatie is. Ja, oh ja, of, maar die theorie vind ik fascinerend. Ik bedoel, ik vind dat soort theorie om over na te denken. Wat dus het leven is, ja, als je ervan uitgaat dat dit allemaal een simulatie is en daarover gaat nadenken, dat is geweldig. Ja. Maar ook dat project van die zwarte doos heet de Solipsism. Een van mijn favoriete woorden is solipsism, want dat betekent dat eigenlijk de werkelijkheid, it's just a figment of your imagination. Ja. Net als dat als ik droom, mijn droom, is dat niet waar, want ik geloof dat het bestaat, maar het bestaat allemaal in alles in mijn droom heb ik gecreëerd. Maar er is dus een theorie dat jullie bestaan omdat ik jullie heb gecreëerd. Ja, Deze podcast heb ik gecreëerd. Dit is de luisteraars. Dit volgt van. Nee, er is een hele mooie vergelijking. Als je in een videospel zit en je kijkt, als ik naar jou kijk, dan zie ik jou. Maar als ik die kant kijk, dan besta jij dus niet in de videospel. Want je wordt niet gegrenderd. Mm-hmm. En dat in de werkelijkheid ook zo zou zijn. En uiteindelijk is dat een droom voelt heel werkelijk. Ja. Toch? Kan heel werkelijk voelen. Dus waarom is het echte leven niet een droom? Ja. Nee, maar realiteit, dat is een ander ding. Wat ik altijd met mijn kunst heb gedaan, is realiteit. Vind ik een heel fascinerend... Ook dat mensen zeggen, ja, maar dit is niet... Bijvoorbeeld over Burning Man, dit is niet de realiteit. Omdat het niet je dagelijkse werk is. Maar dan denk ik, alles is... Als ik droom, is dat realiteit. En laatst had ik toevallig discussie over trollen en elfjes. Die bestaan. Ik bedoel, ze bestaan op een andere manier dan deze tafel bestaat. Maar als er verhalen over geschreven zijn... Ik bedoel, er zijn meer mensen die trollen en elfjes kennen... dan mensen die gemiddelde persoon hier. Dus dat het niet het bestaat. Ja. En verbeelding is voor mij ook realiteit. Alleen is net iets... En wat ik op Burning Man... De meest gestelde vraag aan mij is altijd geweest... Dan loop ik in mijn bankierspak daar rond... of zit ik opgesloten in een zwarte doos... of heb ik een tulband op mijn hoofd... Ben ik goeroe van een like tribe? En dan vragen mensen, ja, but what do you do in real life? En dan denk ik, dude, this is real life. Dat is mooi. Je bent een karakter in een game. Ja, nou ja, life. Eigenlijk is life, en misschien is life een videogame, maar nog steeds in die videogame geloof ik nog steeds dat we dan misschien verschillende levels hebben. En ik denk, dit dagelijkse leven. Laat ik even in het midden of dit dan ook zeg maar een gescripte game is. Of dat is voor mij wel dat technologie kan zoveel toevoegen aan dit leven. Maar op het moment dat wij ons dagelijks leven migreren naar schermpjes, dan denk ik, ho. Daar zit voor mij echt, ik denk, al die social media, alles.
Ik vind het geweldig dat je hier dingen kan doen en dat je daar, je kan enhance it, je kan het versterken, je kan er heel veel aan toevoegen. Maar ik weet dat er bijvoorbeeld nu ook heel veel technologiebedrijven, die ik bedoel, Zoom en alle, die met die corona denken ze alleen maar, yes, wauw, menselijk contact, bam, weg. Want dan kunnen wij onze dingen uitrollen. En, maar ik denk, ja, maar dit is, ik hoop echt van deze tijd, weer iets anders, dat ik echt hoop dat die uit meegenomen worden. En ik voel ook bij mensen dat het gebeurt, dat ze beseffen hoe, en daarvoor denk ik, is het ook wel een reset, vind ik alleen maar goed dat je even, hoe heet dat, je comfortzone of de dagelijks leven is even allemaal anders en waardoor je kan nadenken. En ik ook, wat is dus, en dan denk ik de waarde van echte dingen, want ik ben niet zo lang geleden naar een optreden van Matteo Meijderwerk in Paradiso geweest. En ik denk, oké, het is maar 30 mensen en aan tafeltjes en stoeltjes, nu was dat een klassiek concert. Ik vond het prachtig. En ik denk, oké, ik kan, het is niet zoals het was. Het is met afstand, het is met dit. En je moet met een app, moet je dan je drank bestellen en ophalen. Maar ik vond het geweldig. Maar ik denk, ja, ik kan wel naar een of andere DJ-stream zeg maar online. Dan ben ik op een festival. Dan denk ik, nee, het is zeg maar de echte ervaring. Kan dus zo'n scherm, en ik merk ook met die VR, ik ben in zoveel dingen geweest. Ik vond het allemaal superleuk. Maar ik denk, ja, maar dit is geen vervanging voor real life. Terwijl het wel allemaal geweldig is dat het er is. Maar dat ik vaak ook het idee heb dat mensen die in de tech zitten, dat toch een beetje een nerd zijn. En die inderdaad liever, en dat kan als het je keuze is, je zit liever achter je computer dan met mensen om te gaan. Fijn, maar ik voorloop in ieder geval, ik zelf word gewoon heel blij van echte dingen die op straat gebeuren. En ik toch denk, ja, ik kan ook in een virtuele simulatie van Amsterdam, zou ik ook een tafel en stoelen op de computer kunnen bouwen en daar neerzetten. En dan komen er handhaverpoppetjes, die komen zo, die gerenderd worden, komen zo aan en die dragen weg. En dan denk ik, ja, whatever. Ik heb een tank gebouwd ooit en opgeblazen met explosieven. En dan staat er onder de YouTube-video, hebben ook wel mensen gezet van, oh, cool CGI, weet je, computer graphics. En dan zijn mensen, hebben een gast, kijk nog eens naar het feit dat die echt is opgeblazen met explosieven, maakt het wel. In Amsterdam, op in het centrum, hè? Nee, hij stond op een dak in het centrum, maar ik heb hem niet op het dak in het centrum opgeblazen. Die explosie was wel, die was nogal hardcore. Dat kan je dus, ja, in het computer graphics had ik hem dus in het centrum kunnen opblazen. Hartstikke leuk filmpje, maar dingen die echt zijn. Ik heb mijn eerste project op Burning Man was een groot schip, de Fool's Ark, here to save the last few fools on remaining on Earth from corporate evil. Dat was zo mooi de tekstleider. En die heb ik naar Amerika verscheept en naar een fikstroom. Maar dat was voor mij zo essentieel dat hij dus echt een reis maakte. En dat maakte ook dat mensen denken, oh, wauw, hij is dus echt de oceaan overgestoken. En dat soort dingen kan je niet. En wat ik ook ingewikkeld vind van artificial intelligence en sommige computerdingen, dat er een perfectie in zit. Mooi, wat ik dus leuk vind van mensen, wij zijn niet perfect. Mensen zijn chaotisch, mensen zijn onvoorspelbaar, mensen doen dingen waarvan je denkt, what the fuck heb je nou weer gedaan? En dat je dan een paar dagen later of een minuut later denkt van, eerst denk je, what the fuck is dit? En daarna denk je, dude, dit is gewoon briljant, omdat er een soort onlogica in zit. En aan de andere kant vind ik dus technologie geweldig, want ik denk dus, technologie kan dus al die puur praktische zaken overnemen, waardoor eigenlijk, ik denk, dat is dan mijn hoop met technologie en ook AI. Ik denk, laat een aantal dingen lekker door computers zien, waardoor mensen gewoon meer mensen. Ja, en waardoor ik ook dingen als een basisinkomen, al dat ik gewoon denk dat mensen zich gewoon kunnen focussen op gewoon bijzondere dingen doen, onlogische dingen doen, menselijke dingen doen. Ja, werken we dan in de toekomst nog voor geld? Ik weet het niet, ik heb geen kristallenbol. Ik werk al mijn hele leven niet. Ik vind geld echt de slechtste motivator om iets te doen. Maar ik vind het geld een heel complex ding. En zeker in kunst. Ik vind het door bankier te worden, dat ik mijn eigen bank had opgericht, ik heb heel veel geleerd over geld. En daarvoor was ik eigenlijk heel anti-geld. En toen dacht ik gewoon, het mooie is, geld is er. Dat is hetzelfde. Ik kan er wel van alles van vinden, dat ving ook, maar het is interessanter om te kijken als het er is, hoe ga ik ermee om? En nu is het voor mij veel meer energie die ik met anderen kan delen, waardoor ik ook het besef heb, nou ja, nu helemaal in deze tijd, ik,
inderdaad elk boek dat ik koop bij een boekwinkel koop. En nooit bij bol.com of Amazon. Ik begrijp dus niet dat mensen nu alles bij Amazon kopen. En dat tegelijkertijd mensen dan weer op Facebook van alles gaan posten wat ze van deze wereld vinden. Ja, en de grote bedrijven en het is een dit en dat de tech, het is een conspiracy waardoor tech alles gaat overnemen. En dan ondertussen dus wel op Amazon dingen bestellen. En dan denk ik, weet je, van ga, je kan zelf zoveel invloed hebben. Niet door allemaal dingen de hele tijd op social media posten, maar door dingen te doen en mooie dingen te doen. Het is een soort capitulatie als je daarin meegaat. Nou ja. Dat je, ja, kapitalisme. Ja, kapitalisme. Kapitalisme is een mooi woord. Een hele goeie. Nou ja, ik had het zelf na mijn opening, want het is 3 weken geleden of zo. Ik heb gewoon dit jaar zoveel gedaan. En toen heb ik even, ik ben 2 weken of zo niet in mijn atelier geweest. Terwijl mijn atelier aan mijn huis vastzit. En ik was overal klaar mee. Ik sliep lang, ik lag veel in bad. En ik ben het nieuws gaan volgen. Zo, ik werd echt... Heet dat met je? Ik werd echt depressief en ik ben nu weer gaan schilderen. Ik dacht, het is veel interessanter om in deze tijd mooie... Want ik denk, als ik me druk maak, dat cultuur het zo zwaar heeft, het beste manier is mooie dingen maken. Hoe meer mensen er... En ik denk, als al die mensen die de hele tijd maar posten over en weer een YouTube-filmpje en weer een uitspraak van een politicus, wat als al die mensen gewoon zouden posten, kijk wat voor vette shit er gemaakt wordt. Weet je hoeveel impact dat gaat hebben? Dan, ja, nou, dan kan, dan zou die, dan is dus tech geweldig, want dan heeft tech een podium gecreëerd waardoor iedereen kan zorgen dat de rol van tech veel kleiner gaat worden. Voor je illustraties zijn met de hand gemaakt, toch? Of ja. Niet? Waarom gebruik je technologie niet? Dus Illustrator en dan. Omdat ik hou van hand, want als ik een lijn zet, elke lijn die ik zet, dat ben ik. Mm-hmm. Er zitten rare bibbers in, er zitten dingen. Het lijkt allemaal. Ik teken heel strak, maar als ik een schilderij, ik hou erg van symmetrie. Maar als je het zou spiegelen, dan is het gewoon dood. Want als je goed kijkt, is er niks symmetrisch. Mm-hmm. Totaal niet. En dat vind ik zo mooi. En ik moet eerlijk zeggen, in midden jaren 90 was het een beetje... Want ik ben eigenlijk de eerste generatie die qua kunstenaars echt uit die house scene kwam. En toen kwam een tweede generatie, die eigenlijk grappig genoeg ouder waren dan ik, zoals Misha Klein. En die maakte allemaal computerwerk. En in het begin had ik zoiets van, wow. Ik dacht, ja, het wordt nu allemaal overgenomen door de computer. Zij kunnen gewoon een ding creëren. Dan printen ze weer 10 uit, 5. En ik moet allemaal originele maken. Maar ik had gedacht, ja, maar de waarde van zo'n... Het is weer dat menselijke ding. Er is maar één van origineel. En er zit zoveel in van mij. Niemand anders kan... Het is alles daarin. En nu is het zo mooi. Nu zijn we 25 jaar later. En er is digitale kunst. Het is gewoon een klein onderdeel van de kunst. En ik zie, en daar word ik blij van, dat mensen steeds meer de waarde beseffen van echte dingen. En natuurlijk is het ook van, nou ja, ik heb een, jullie platenspeler werkte niet, maar ik heb dus een plaat mee genomen. En het mooie is, ik heb weer een platenspeler thuis. En ik vind het dus geweldig, want ik draai de hele dag in mijn atelier vanaf mijn laptop muziek. En ik vind het ook geweldig, want ik heb zoveel nieuwe muziek waar ik naar luister. En dat kan ik daardoor ontdekken, waardoor ik geweldig. Maar het is anders dan als ik op mijn woonkamer ben. Ik pak een plaat uit een hoes en ik zet hem op. En dan ga ik echt luisteren. Mm-hmm. En ik zie ook aan tieners nu en zo, dat die ook... Die zien gewoon het verschil. Ik denk, het is niet zo dat de ene beter is. Het is dus geweldig dat je al die muziek digitaal hebt. Maar tegelijkertijd is de waarde van... En juist in deze tijd echte schilderijen en echt getekend iets. Dat is natuurlijk ongelooflijk. Want dat is nou net dus wat geen één computer... Je kan een computer van 100.000 euro, je kan allemaal programma's. Ja, en dan kan je kan het namen. Je kan dan net doen, oh ja, het is aquarelpapier en digitaal. Doe ik dan een waterdruppeltje. Maar het is een soort... Het is een nabootsing die nog niet eens in de buurt komt van wat wij als mens... kunnen. Terwijl andersom kan ik als mens die dingen die digitaal kunnen, kan ik natuurlijk de perfectie daarin. En voor sommige dingen is het, zou het belachelijk zijn als ik dat met de hand probeer te doen, omdat dat gewoon... Dus dat vind ik zo mooi, dat technologie en de mens, wij kunnen echt 2 verschillende dingen. Dus ik kan wel als mens proberen om... En er zit heel erg mijn kracht, want dat merk ik ook aan zeg maar wat ik doe en wat voor reactie bij mensen, dat is wat mensen ook raakt. Je zei net iets over die technologie in autonomous weapon systems. En wij zeiden van ja,
bracht heel veel voor mij. Nee, maar het is toch maar als we beslissingen overlaten aan, aan apparatuur. Wat je inderdaad kan zeggen met een zelfrijdende auto, geloof ik dat je die beslissingen... Maar zelfs daar zit natuurlijk een heel ingewikkeld aspect aan, wat nu heel veel naar voren komt. Want stel dat een auto uit de bocht vliegt en je denkt, oh ja, er is... Ik kan nu inderdaad, het wordt sowieso een ongeluk, maar ik ga... En dan kan ik of die 80-jarige vrouw aanrijden of dat kleine kind. Wat, dan moet een auto die beslissingen nemen. En met de oorlogen, het is veel... En veel beslissingen zijn niet alleen maar... het leven is dus niet alleen maar efficiënt. Het is dat ik denk, zonder kunst en cultuur... Ik vind het heel fascinerend, bijvoorbeeld nu met corona zie je... dat het ook veel vraagstukken broodlegt. Het idee non-essential en essential. Wat zijn dus essentiële beroepen en dingen? En non-essential. En dan denk ik, ik denk dus dat kunst en cultuur... zijn gewoon fucking essential. En dan denk ik, laatst waren er 2 weken, gingen alle musea en zo dicht. Ja, dan denk ik, de Mediamarkt en de Primark blijven. Ja, belachelijk en was dat, ja. Er kan natuurlijk, je kan een discussie hebben over de maatregelen in het algemeen. En is dat, zeg maar, hoe belangrijk is die afstand? En zijn de maatregelen proportioneel zwaar genoeg? Maar dat zijn allemaal discussies. Maar hier is het duidelijk dat ze gewoon denken, ja, musea. En dan denk ik, musea hebben dus, ik bedoel, ik ben in het Stedenmuseum geweest, er is geen hond. Je hebt allemaal veel afstand. En je gewoon denkt, hier wordt... Maar er wordt gewoon daarmee duidelijk gemaakt, ja, die doen we dicht, want dat is niet zo belangrijk. Maar ik denk, als je dus geen cultuur, geen kunst in de brede zin des woords hebt, dus geen films, geen muziek, geen poëzie, geen literatuur, geen beeldende kunst, ja, dan krijg je een leven, dat is dus alleen maar efficiëntie. Maar ik denk, laten we die efficiëntie, het AI, robots... Gecombineerd met de gepolariseerde samenleving is heel heftig. Ja. Heel gevaarlijk, want er is geen uitlaatklep. Of geen relativerings... Nee, maar ik bedoel, ja, dan is je enige uitlaatklep is op Facebook gaan zitten. Ja. Maar dat is geen uit... Maar ik denk gewoon het leven, dat is dan echt work, sleep, eat, repeat. Mm-hmm. Nou, als dat het leven is, dan denk je, het is allemaal heel efficiënt. Maar van mij mag het dan gewoon een leven zonder cultuur, denk ik. Ja, wat is dat? Want dan kan iedereen zeggen, ja, het belangrijkste is dat je een onderdak en eten. Dat is ook natuurlijk heel erg belangrijk. Maar het is ook heel belangrijk dat je een reden hebt, dat je ook onderdak en eten wil, omdat je wil uitkijken, dat je uitkijkt naar morgen. En daarin denk ik is, zeg maar, ik denk dat cultuur zeker, voor mij was het echt, daarom had ik ook die artist in the present neergezet. Ik echt hoopte, dat ik ook dacht, dat is eigenlijk wel mooi, die eerste lockdown. Ik denk dat mensen daar misschien, maar ja, aan onze regering zie ik nog niks, maar dat mensen daar misschien gaan beseffen wat de, want cultuur... Maar dat is ook weer niet nieuw, want cultuur wordt door onze regering al 12 jaar lang als linkse hobby neergezet en dit. Maar ik denk nu, misschien tijd dat mensen gaan zien, oké, nu hebben we geen cultuur, dat ik dan hoop dat ze de waarde ervan gaan inzien. En ik denk misschien is dat dus ook goed, want 12 jaar regering die dat linkse hobby noemt en weet ik wat allemaal. Ik denk nee, want zonder films, zonder poëzie, zonder muziek, ik denk dat iedereen bij de eerste lockdown gewoon... dat het niet ging om de ziekenhuiscapaciteit, maar de psychiatrische inrichtingencapaciteit. Gewoon iedereen gaat gewoon door. Iedereen gaat gewoon doordraaien als je dat niet hebt. Want je hebt dat gewoon. Mm-hmm. Maar het moeilijke is, het is niet aantoonbaar efficiënt. Je hebt er geen. Maar ik denk, ja, maar dat is zo mooi. Die efficiëntie, laat dat lekker aan een robot. Op een gegeven moment is ook. Er is een hele mooie docu. Lo and Behold van Werner Herzog. Over, die gaat ook over AI en. En je ziet op een gegeven moment, zie je ook zo'n onderzoekers onder, die is helemaal met robots bezig die voetbal spelen. En hij doet dus voorspelling dat in 2000, uit mijn hoofd, 45, een robot voetbalelftal het gaat winnen van de heersende wereldkampioen dan. En ik heb zoiets, ja, ongetwijfeld. Maar ik denk, en dan wat? Het mooie van voetbal, en dan moet ik zeggen, ik ben geen sportfanaat, maar ik kan voetbal waarderen, zeker als het in finales en zo is. Want er hangt ook weer een soort onlogica. Je hebt de spits die 80 miljoen per jaar verdient en die er altijd inschopt. En dan in de laatste minuut hem net mist. Er is een schot wat ergens op een voet, waardoor er gebeuren allemaal, waardoor er drama is. Dan denk ik, ja, die robots, ja, die op een gegeven moment krijgen die een bam. Ja, die knallen hem elke keer er gewoon in. En dan heeft die robot ook nog eens nul blijdschap. Dat hij erin, er is nul emotie. Dan denk ik, ja... Dan wint zo'n robot, maar dan denk ik, maar dit... Dat is zo'n wetenschapper, is net als een kunstenaar, gefascineerd door iets, die staat ermee op, die gaat ermee naar bed en die voorziet, die werkt aan een robot. Maar mensen tegen robots, dat levert wel drama en emotie op, denk ik. Ja, dat is als iets
Dat is de transitiefase. Nou ja, je hebt natuurlijk bij schaken dat de wereldkampioen schaken kan het inmiddels niet meer. En toch is het nog steeds... Ja, schaken, ik volg schaken niet, maar ik heb begrepen dat er nu weer een nieuw iemand is en dat er weer de belangstelling... Maar ik denk, het is veel interessanter. Ik bedoel, die verhalen over Spassky en Fischer en dat... Ja. Ik bedoel, dat soort verhalen, die maken het mooi. Maar kunst is voor mij ook verhalen. Er zitten mensen achter. Ik bedoel, waarom is een Basquiat, zijn die schilderij ook interessant? Omdat die ook in die periode met Warhol en dit... en natuurlijk ook omdat hij die overdosis nam. Maar er zit een heel... Het is niet alleen dat schilderij. En natuurlijk kan op een gegeven moment een robot kan een prachtig schilderij maken. Nee, maar het is... Maar whatever. Daniel, waarom ben jij dan interessant? Dan moet ik aan jou vragen. Waarom heb jij, 26 jaar geleden een tattoo van mij laten zetten... en koop je nu weer een werk? Ik weet het niet. Ik kan niet zeggen waarom ik interessant ben. Maar er zijn mensen die dit al heel lang volgen... Ik kan alleen zeggen waarom ik andere kunstenaars... Ja, die vraag is natuurlijk ook weer achter. Van, ja, wie is die man achter die illustratie? Wat is, behalve dat wat je nu zegt, het in het heden zijn en voelen wat er is. Nou, laten we eens de tekening erbij halen die je het meest present hebt gemaakt. Die heb ik vandaag aan haar cadeau gegeven. En zou je in de dingen aan willen wijzen van, nou, dat is wat er... Wat ik hiermee wil zeggen, of wat ik hierover... Maar het mooie is dat als ik iets had willen zeggen, was ik politicus geworden. Ik geloof niet per se in God, maar ik zou me mogen blote knieën danken dat ik geen politicus ben geworden. Er zijn trouwens heel regelmatig mensen die zeggen, ja, maar jij zou de politiek maar echt no way. Dat als, ik zeg altijd tegen mensen, als ik ooit die ambitie heb, geef me echt, gooi een glas water in mijn gezicht. Maak me wakker. Ja. Maar of ik had een boek geschreven, maar wat ik mooi vind, is er zit een element van onlogica in. In dit geval had ik al met een aantal mensen samenwerkingen gedaan. En Schiefmacher heb ik inderdaad begin jaren 90 niet samen mee getekend, maar wel een paar projecten mee gedaan. Woont vlak bij mij en ik dacht, ja, ik wil hem ook vragen. Ik had hem een app gestuurd en ik hoor niks. Dus anderhalve week later, ik bel, ik denk, nou ja, misschien heeft hij geen zin. En hij neemt op. Maar hij reageert verder niet. Hij zegt, een coronaheilige. Ik zo, wat? Hij zegt, dat moeten we doen, een coronaheilige. Oké. Ik had zoiets, nou, misschien moeten we even eerst koffie gaan drinken. En toen dacht ik eerst, ja, maar wat? En toen was ik thuis in één keer, dacht ik, ja, een Siamese coronaheilige. Want die kan dan van zichzelf 1,5 meter afstand houden. Vraag mij dus niet waarom, maar dat vind ik zo mooi. Dat is een gedachte die ik heb. Dus we hadden afgesproken... Hij zegt een wandelende encyclopedie en hij wist ook van een cultuur waar volgens mij... Die had ook een soort tweelingheilige en toen hebben we bedacht, nou dan wordt het gemeenschappelijke lichaam worden longen, want dat heeft met corona te maken. We hebben een illustratie opgezocht, dat origineel was op hout gemaakt, die hebben we op hout geprint. En toen heeft hij rechts dat figuur geschilderd. En toen belde hij me op en wat had een foto gestuurd en een beetje, ik weet niet letterlijk wat hij zei, maar was een beetje aan het vloeken van... Oh, doe me dit, het lukt allemaal niet. Ga de scheurmachine erop zetten. En, ik zo, maar ik had die en ik vind dat dus een hartstikke leuke figuur. En ik had zoiets, geef maar aan mij. Volgens mij moeten we de scheurmachine nog maar even niet erop zetten. Toen heb ik deze geïnspireerd op dokter Snabel, omdat hij die had gedaan. Die met de pest, zeg maar, zo'n snavelmasker, want deze allemaal kruiden erin. Nou, gravure. En toen had ik deze geschilderd. Het paneel en een foto naar Henk gestuurd. Ik kreeg een appje terug. Heel misschien is er nog hoop. Oh. Ja, maar dat vind ik dus mooi. Dat er zit een om... En toen, we hadden toen samen een soort schets gemaakt. En het was ook dat het twee lichamen zouden worden. Dus hij had hier dat er twee van die... gewoon benen van het skelet zouden komen. Zo stond het in die schets. Dus ik breng het weer naar hem. En ik zeg, ja, als je dat met twee benen hier doet... Ik had een ander plan voor een tekst of ik weet niet meer wat eronder. Hij zei, ja, je hebt net je moment gehad. Nu moet je je bek houden, nu ben ik. Dus ik zei, oké. En dan kreeg ik hem terug in één keer met die hele hond. Ja, ook die geweldig vind, die soort transgender, samen-zijnachtige figuur. En, het is ook Hieronymus Bosch, het is ook de... Maar ik had dus twee benen voor... En dan, het mooie vind ik, er zit dus allemaal totale onlogica in. Maar toen dacht ik, oké, hel, dan moet ik... Moet ik iets met de hemel doen? Toen heb ik een social distance heaven van 1,5 meter afstand gedaan. Ik heb het Rijksmuseum ook om te doen, zo helemaal gedetailleerd. Want Henk weer de opmerking unlocked. Mijn god, wat ben jij een autist? Ja, vrij detailistisch. Ja.
Alles wat heel verfijnd is, is van jou, hè? Zo herkennen we het. Ja, toen heeft hij die vleermuizen daar gedaan, een beetje kraai. Maar het leuke is, het is, er ontstaat van, wij hebben elkaar de hele tijd eigenlijk uitgedaagd door dingen te doen dat de ander dacht, dat ik bij het Rijksmuseum, dat hij dacht, ja, wat moet ik dan weer doen, dat ik bij die helle hond. En dan denk ik, ja, het mooie van het proces vind ik, het is niet een brainstorm met een groep mensen met allemaal post-its dat je denkt, oh ja, maar dan dit, het is gewoon ja. Doen en elke keer als er iets gebeurt, en zo zijn al die samenwerkingen gegaan en dat, dat vind ik zo mooi, dat het allemaal vanuit gevoel ontstaat, maar dan, het klopt niet helemaal, want gevoel en ratio zijn niet twee losse dingen. Ik geloof dat in gevoel zit heel veel ratio, alleen you access it in a different, je komt er op een andere manier bij, want natuurlijk alles wat ik heb geleerd, gedaan, en er is ook onderzoek naar gedaan, dat wij zijn ook erop gemaakt dat we in een bliks, in een flitsseconde kunnen wij beslissingen nemen. Want heel vaak, ook vroeger, als er dan een leeuw op je af kwam rennen, kan je niet denken, oh wacht, wat als een leeuw gaat dit, dan heb ik dat als optie en dit. En dan dacht ik, ga even zitten en even uitschrijven. Nee, je neemt... Vluchten, vechten. Ja, maar je neemt heel vaak, en dat vind ik fascinerend, dat er gewoon iets gebeurt. En dan denk je, oké, nu is dit gebeurd, wat... En het mooie is dat er dus het onvoorspelbare element, ik hou daar heel erg van. We zien hier ook een staf die de dood vast heeft. Aan de top van de staf is Facebook met een aureool erboven. Net boven zijn hand staat nog Control met een oog, een alziend oog. Ja. Ja, dat is dat idee dat zeg maar, en nu helemaal dat mensen ook zeggen, ja, dat er bijna de tech-industrie dit zeg maar allemaal gepland heeft, zodat ze ons nog meer kunnen controleren. Dus het ook daarmee spelen, maar ik vond het ook mooi om iets moderne symbolen. Mm-hmm. Want het mooie van deze vind ik dat hij is heel erg van nu, maar het had ook helemaal het origineel op dat houten paneel in die ouderwetse lijst, die hebben jullie gezien bij de expo. Dat ik denk, nou ja, hij kan zo in het Rijksmuseum hangen, natuurlijk hangt er veel beter werk in het Rijksmuseum, maar ik denk, het zou niet de slechtste zijn die er hangt en het zou ook niet direct zijn dat mensen denken, wat doet die moderne troep hier? Nee, het zou zelfs zo zijn dat je denkt, dat je twee keer moet kijken en denkt, hè? Nou, maar ik vind het is helemaal niet zo oud als het lijkt. Het is heel modern, want ik zie allerlei referenties naar deze tijd. Je ziet de staf die gaat ook hand in hand met een figuur wat langzaam een slang wordt die richting Eva en Apollo gericht is. Maar ik hou dus ook heel erg van, wat dat betreft aan de ene kant heb ik met al die opleidingen heb ik inderdaad moeite. En ik denk het kader en de regels, maar iets kunnen en kennis en dingen leren hou ik natuurlijk mijn hele leven. En ik hou, ja, iets heel anders, maar ik had... toevallig twee dagen geleden met Iris, mijn vriendin, waarmee ik ook die foto op het dak heb gemaakt. Hadden we spontaan karaoke sessie gedaan, dat we op Spotify nummers opzochten. Dat is weer te gek van technologie, dan kan je die songteksten vinden. En op een gegeven moment, ik had dan oude nummers van vroeger, van The Cure en zo, die kan ik allemaal zingen. Maar toen heb ik ook rapnummers gedaan. En dan had ik natuurlijk nooit moeten proberen een nummer van Eminem. Je gewoon na drie zinnen denkt, dan zie je nog 20 zinnen, dan denk je, waar haalt die gast adem? Maar ik hou dus ook heel erg van kunde en dat je iets, dat ik zie aan iemand, oké, iemand doet iets, dat is zijn leven, maar dat ik misschien niet direct door had, want ik denk, wow, dit is dus geweldig wat die man kan. Moeten wij eigenlijk dat boekje er even bij pakken? En die longen heb jij getekend daarin? Nee, die longen zijn, dat is een illustratie, die is geprint op dat houten paneel. Oh ja, precies, dat had ik even gemist. Wat is zo mooi van kunde, als je dan over kunde hebt, is het boekje dat we vorig jaar aan elkaar hebben gegeven voor ons verjaardag. Everyday Journey of Thousand Hearts, Starting with a Single Beat. En dat is een werk van uit, nou zeggen ze hoeveel pagina's? Ik weet niet, maar hij is bijna 2,80 meter lang. 2,80 meter, A5. En nou ja, wat daar die elke tekening getekend, per pagina aansluitend, dat je op een bepaald moment ook bedacht van, oh wacht even, dit mag eigenlijk helemaal niet fout gaan. Nou ja, het mooie is, dat is een overeenkomst, het hangt weer, ik vind het dus leuk om, niet alleen ben ik dan ontwerper, kunstenaar afhankelijk van, maar ik vind het ook leuk dat elk idee een ander medium vraagt. En het mooie van op dat houten paneel schilderen met Henk, is dat je niks fout kan doen, want... Op doek schilder ik heel vaak en dan kijk ik ernaar en denk, oh nee, die kleur is toch niet goed, lijntje, dan schilder ik het weer weg. Maar op dat houten paneel, je kan niks weghalen. Dus alles wat je erop zet, en deze tekening is dan bijna 3 meter lang, maar die is helemaal met bolpen gemaakt. Met bolpen kan je dus ook niks, je kan niet denken, oh nee, ik haal het weer weg. Maar wat ik daar merk, het is heel erg ook vanuit gevoel, want het is niet
alleen maar techniek, dat ik soms ging ik zitten, dat ik dacht, oh ja, ik wil hem tekenen, maar dan was ik bijvoorbeeld boos over iets, of ik had heel veel dingen aan mijn hoofd, dat ik dacht, oh, ik moet nog dat, ik moet dan dat. Nee, dan legde ik hem weer weg. En dan denk ik, ik ben niet gecenterd, ik heb die focus niet, dan ga ik wat fout doen. Maar dan deed ik het dus gewoon, als ik merkte, ik was niet zen in mijn hoofd, ik had gewoon te veel. Maar het mooie is, op het moment dat je gewoon gaat zitten en voelt, ik ben helemaal, dan kan je gewoon in een, er is ook heel veel onderzoek naar, ik vind het een prachtig. Ik denk dat dat eigenlijk ook het moment is dat ik het meest ben waar ik wil zijn. Dat is in de flow. Dat je gewoon dingen doet en dat alles gewoon klopt. Maar die flow die organiseer je wel een beetje, want je zoon was ook mee. En je zei dat je schilderde meestal als hij nog lag te slapen. Nou ja, flow organiseer. Maar het is weer ja, toeval. Ik ben in Kyoto met hem. En we bezoeken een tempel, een hele bijzondere Temple of Thousand Buddhas. Met 1000 beelden daarin en halverwege. En er monniken en die zijn aan het kalligraferen in dit boekje. En hij zegt, pap, je moet dat boek kopen. Ja, dan tegen je puberzoon kan je niet zeggen, nee, ik ga hem niet kopen. Dus ik denk, oké, ik koop hem. Maar ik wist niet waarom. Maar toen kwamen we terug in onze Airbnb in Kyoto en er lag een bolpen. En toen ben ik met die bolpen dus gewoon links begonnen in het boekje. En daarna op een gegeven moment, al reizend door Japan, ook een keer teken ik weer een pagina erbij. En dat was inderdaad, hij slaapt altijd uit en dan had ik er gewoon afgesproken van, nou ja, als ik wakker word, ga ik gewoon in een café zitten met het boekje tekenen. App me gewoon als je wakker bent, dan gaan we andere dingen doen. Maar dat was niet, zeg maar, het was niet een vooropgezet plan. Het was gewoon wat op dat moment klopte. En uiteindelijk, hoe langer die tekening werd, ja, toen werd ik op een gegeven moment, dacht ik, oh, wow, ik moet nu geen fout meer maken, want dan is gewoon weken werk is voor niks geweest. Maar het mooie is weer, als je het hebt over toeval, daarna ben ik klaar met die tekening en ik heb hem tentoongesteld, maar ik wil eigenlijk ook die pen, want die is ook belangrijk. Want ik weet, Mundo, mijn zoon, die vroeg op een gegeven moment ook van, ja, maar wat als die pen ermee ophoudt? En dacht ik, nou ja, dan wordt dat onderdeel van het verhaal. Maar ik hoopte stiekem natuurlijk dat die pen, en die pen heeft helemaal gered, maar toen dacht ik, ja, ik wil toch weten wat er op die pen staat. Maar het is dus gewoon een willekeurig pen uit Airbnb. Ik denk, ja, ik heb geen zin om een pen in te lijsten met autoverzekeringen of McDonald's of iets. En ik stuur dus op, maar het blijkt dus een pen te zijn uit een andere hele bijzondere tempel. En dat vind ik dus mooi, dat dan alles gewoon klopt. Er zit een soort, maar het is dus niet per se, het is een ander soort logica dan dus die computerlogica, omdat die gewoon verbonden is met het leven. En dit is een soort improvisatie, is helemaal automatisch. Ik heb in mijn schetsboek, daar heb ik wel, nou dat is misschien wel leuk. Je bereidt het wel voor in je schetsboek. In mijn schetsboek. Daar, dit is allemaal puur geïmproviseerd. Ik heb dus heel veel tekeningen die dan ben ik gewoon in mijn schetsboek aan het tekenen, maar vooral dit soort dingen. Dat kan allemaal, hè, met moderne technologie. Ja. Nou ja, dit is een social distance doodle. Hier zit een koffieapparaat, maar dit zijn gewoon dingen, dan begin ik, maar daar denk ik dus niet over na. Dit is dus kunde ook, het feit dat het zo symmetrisch is, dat het ook past op de pagina, dat is gewoon zoveel doen dat het gewoon. Maar ik vind dus leuk dat er gewoon in al die dingen, dat het niet, maar het is een beetje een telefoontekening, want je doet een droedel bij een telefoongesprek. Ja, wat er heel veel mensen dus inderdaad doen, maar heel vaak doe ik dit ook als ik gewoon met mensen aan het praten ben, dingen, dan gaat dat gewoon. Daar ontstaan zoveel dingen. Maar uiteindelijk dus in dat boek, ik had wel elke keer een idee bij elke pagina van wat ik ermee ging doen. Je bent niet voor het eerst op die pagina's gaan tekenen. Je had wel eerst een idee op het Facebook. En dan ging ik het daar, maar vaak heeft het daar dan nog een eigen vorm gekregen. Ja. Ja, dat is kunde, waar we net over hadden. Maar ik vind dat automatisch, want bijvoorbeeld met Bas Kosters hebben we in een peeskamertje op geld geschilderd. En dat vond ik ook best wel spannend, dat je dan ook moet loslaten, want gewoon op een papiertje heb je een soort onbevangenheid. Maar dan heb je een briefje van €200 en dan is het gewoon van hop, dan schildert iemand en je denkt oké, dat je eigenlijk ook net zo onbevangen moet zijn als op. Maar dat vond ik dus wel spannend, ook, ja, dus nu ben ik bij deze expo zijn dus ook meer dingen gedaan dat ik, het was. Ik denk dat het heel lekker is van dingen met anderen doen, is dat je dus uit je cliché comfortzone moet komen. Ja, dat zag ik wel. Dat Paradiso zag ik even het filmpje voorbij komen. Ja. Het is een soort van, alsof er een onzichtbare dirigent staat die al weet wat hij wil gaan doen. Maar er is helemaal geen dirigent. Maar er zijn wel dingen die je lijkt. Ja.
Maar het leuke is dat van met dit met anderen samen doen, vond ik dat ik het dus... Maar wat ik zei, ik hou dus wel van chaos en dat ik besef naar mijn hele leven... Ik heb niet alles in eigen... Niemand heeft alles in eigen hand. En hier was het gewoon heel duidelijk dat... Want wat de ander ging doen, daar had ik niks over te zeggen. En het is heel mooi om te zien hoe egoloos... Maar wat ik fascinerend vind, is het is het tegenovergestelde van conceptuele kunst. Dat automatische. Het is pure intuïtie. En dat je dat verenigt in één persoon, vind ik wel mooi. Ja, en toch is er... maar ja, dat is weer waar ik gevoel en ratio... Die zijn niet los... van elkaar. Dus dat conceptueel en dat automatische, dat twee verschillende dingen zijn. Net als dat ik niet geloof dat er verschillende realiteiten zijn. Omdat en het je conceptuele... hebt niet een soort hiërarchie dat conceptuele kunst ergens hoger staat dan puur esthetische kunst, wat vaak wordt gezegd? Ik geloof dat elk ding op zich, ik vind ook mooi in kunst, wat ik heel erg te gek stiekem vind van kunst, dat er geen beter is. Kijk, bij sport... Zoals wel meer kunstenaars. Misschien is dat een reden dat heel veel kunstenaars, in ieder geval die ken ik, weet niet wat waar is, nog niet zoveel met sport hebben. En sport gaat over, ik vind wel mooi, dus wat ik zeg bij voetbal, vooral bij finales, de drama en dat hele, dat er echt iets omheen hangt. Maar bij sport is er altijd een winnaar. Er is gewoon duidelijk van, ik ben beter dan jij bent. Mm-hmm. Want ik bedoel, als ik de 100 meter in 9,6 seconden loop en iemand anders in 10,6, kan die anders zeggen, ja, maar ik heb een mooier loopje. En ik gast, mooier loopje, ik heb gewoon gewonnen. Maar bij kunst, bij bands, bij muziek, er is niet een... Je kan zeggen, die film is beter dan die film. Maar iedereen kan eigenlijk alleen maar het beste halen uit zich. Mm-hmm. Je kan de ultieme versie van jezelf worden. En daar kan je naar streven. Maar dat is vanuit jou gezien, maar vanuit de kunstwereld gezien. Als ik de MoMA in New York ga of Van der Linden hier in Nederland... Veel van de kunstenaars zijn exact hetzelfde. Ja, ja. Omdat er een lijstje is van 20 kunstenaars. Ja, oké, maar dat is de reden dat ik... En op een of andere manier past dat esthetische kunst past daar niet in... en het conceptuele wel, heb ik het idee. Puur esthetische kunst. Ik weet niet, Basquiat is volgens mij de duurste kunst die er is... en dat is esthetisch. En Andy Warhol, is dat conceptueel? Mooiste zelf? Maar erger je daaraan dat er een soort lijst is van goedgekeurde kunst? Nee, maar dat is wel een reden dat ik... Maar dat is weer onze maatschappij, die moet een winnaar aanwijzen. Die moet ook geld. Geld is zo belangrijk. Daarom heb ik de reden dat ik eigenlijk mijn bank heb opgericht. Dat ik op een gegeven moment dacht, ik ben bankdirecteur. Ik heb dus gewoon mijn eigen bank opgericht. Want ik denk, hoe bizar is het dat ik eigenlijk alleen maar over kunst lees in een krant. Dan wordt een Picasso geveild voor 100 miljoen. Een Van Gogh geveild voor 200 miljoen dit. Maar ik denk, whatever. Dat is niet. Dat boeit toch niet? Mm-hmm. Ik vind het veel mooier om te zien, iemand heeft iets heel bijzonders gemaakt. Dat vind ik nieuws. Maar je ziet in onze maatschappij, wordt er dan iets, nee, dit is veel geld waard. Maar nou ja, op een gegeven moment heeft Damien Hirst zelf een veiling georganiseerd, dus los van veilinghuizen, volgens mij voor 200 miljoen of zo verkocht. 90% van zijn kopers toen, of 85%, kan je online vinden, hadden nog nooit kunst gekocht. En kocht dus, dan denk je, er is helemaal geen binding die je hebt met kunst. Gaat niet om gevoel, het gaat om raken. Het is gewoon commodity. Een investering. En het mooie is dat het gewoon al... Daarna zijn prijzen zeg maar helemaal in elkaar geklapt. Hij is er als winnaar uitgekomen en al die investeerders. Dat vond ik dan weer eigenlijk prachtig als kunstwerk. Maar dat je denkt, het is zo... Wat ik zo mooi vind van kunst is dat het juist om gevoel gaat. En dat soms, doordat die dure kunst zoveel aandacht krijgt... Ik denk, misschien is dat waarom het moeilijk is voor mensen om echt die waarde te beseffen. Of voor de politiek, want het is dus niet in geld uit te drukken. En nog steeds, denk ik, is het moeilijk te beseffen voor mensen. Ik kan dus sinds mijn 18e leven van mijn kunst. En dat ik dat kan en dat ik inderdaad een project kan doen als een zwarte doos bouwen in de woestijn. Schip naar Amerika verschepen en in de fik steken. En dat ik ook nog kan reizen en hier in een mooi huis kan wonen. Betekent dat ik tot een hele kleine groep hoor. Dat is net als muzikanten. Mm-hmm. Maar mensen zien altijd, weet ik veel, de Dr. Dre's, de Damien Hirst, de Jeff Koons, de mensen die met kunst, de Spielbergs, die miljarden verdienen. We vergeten dat gewoon 95%, of ik weet niet, kan er gewoon op geen enkele manier van leven. Ja. En toch doen ze het. En dat vind ik ook zo bijzonder van kunst. Mm-hmm. Dat het dus dat mensen ook hun hele leven...
muziek blijven maken, kunst blijven maken, terwijl ze er nauwelijks geld mee verdienen. Terwijl ieder ander, die als die denkt, ja, ik heb nu al 5 jaar een baan en ik heb al 5 jaar heeft mijn baas me geen salaris gegeven. Ik denk, maar ik vind die baan zo leuk, ik blijf het gewoon doen. Nou, ik, weinig mensen. Ik hoop dat, ja, ik droom van een tijd die er zo uitziet. Dat mensen gewoon het werk doen waar ze van houden, wat ze vinden dat moet gebeuren. Dat er geen directe beloning tegenover staat, behalve waardering van andere mensen. En je zei net van, ja, jij moet maar zeggen of ik een bijzondere mens ben. En ik heb, ja, ik hou jou al vanaf de mijn academietijd in de gaten. En ik liep zo'n beetje door die school te scharrelen. Van wie doet iets en wie maakt indruk en waar voel ik iets bij. Er was één student, weet ik nog, die was helemaal fan van fractals. Die maakte grote kunstwerken, alleen maar uitvergrotingen van fractals. Die moest trouwens ook van school af, want het was niet te begrijpen wat hij deed. En hij was toen bezig, 1992, vertelde hij mij. Hij zei, nou, er komt een tijd dat we dus cellen, die zijn half mechanisch, half biologisch, en we kunnen ze programmeren hoe het DNA van zo'n cel huizen gaat bouwen, stoelen gaat bouwen, dat groeit, dat groeien. En ja, dat was één student waarvan ik dacht, wauw. En er was nog zo'n student en dat had jij. En ik dacht, toen ook, wauw. De focus waarmee je aan zo'n werk zat te werken en het autonome, die drive van, ik maak dit gewoon, ik weet verder ook niet, ik ga dit gewoon doen. Dat vond ik op 92 fantastisch. Dacht ik, dat is de kunstenaar die ik niet durfde te zijn. Toegepast gaan doen. Maar ik vind het dus mooi van bij deze expo dat ik dus met heel veel mensen heb samengewerkt. En ik denk dat de rode draad een beetje is dat wij allemaal ons hele leven alleen maar dit hebben gedaan. Niemand van ons is zeg maar andere dingen gaan doen en dan denk ik op een gegeven moment, nou, heb ik mijn geld binnen, heb ik mijn zekerheid, nu ga ik. Het was eigenlijk voor ons allemaal geen keus. Dat je gewoon weet, dit is. Je had het net over Misha Kleine, is die nog actief? Nee, die woont in Bali en die is eigenlijk huisvader. En ik denk dat hij uiteindelijk is dat heel goed voor hem geweest dat hij is weggegaan hier in een periode dat het zo slecht met hem. En dat hij volgens mij naar zijn zin heeft. Nee, want ik kan zijn werk goed herinneren. Ik heb ook zelf een Misha Klein moment gehad dat ik dacht, fuck, dit is gaaf. Maar dat zie je met sommige kunst en dat is, dat zie ik ook aan mijn eigen dingen. Ik heb soms dingen gemaakt die op het moment dat ik ze maakte niks deden. Ik wil niet verkochten, geen aandacht, niks. En 10 jaar later, in één keer wel heel belangrijk blijkt te zijn voor mij en voor de buitenwereld. Mm-hmm. Ik heb dingen gemaakt die op het moment zelf, bam, en ik later ernaar terugkijk. Ik zeg veel van mijn werk uit begin jaren 90, waar ik dus heel veel bekend mee kreeg, dat ik dacht, nou, eerlijk gezegd, zo goed is het. Maar dat is op dat, dan zeggen mensen ook, ja, maar vergeet niet, in dat moment was het bam, een knal. En daarna is het inderdaad. Mm-hmm. En ik heb merk gemaakt dat toen niks was en nog steeds niks. Maar Misha Klein was heel succesvol gelijk. Ja, maar dat is dus een beetje die knal. Ja. Ja, maar nee, maar niet, een timing ding, denk ik. Niet direct, want hij was toen 35 en hij is ook al zijn hele leven was die bezig. Maar ik zie met veel van, nou ja, ik bedoel allemaal, het is ook wel grappig, dan denk ik net als zo'n Def P, dat ik denk toen hij Nederlandstalige hip-hop maakte, dat was natuurlijk not done. En nu zijn er allemaal mensen, ja, zonder hem hadden ze nooit. Maar het grappige is dat wij gewoon allemaal nooit iets anders hebben gedaan. En ik had het nog met iemand anders, die was niet meer met de expo, Steven de Peven, die is ook kunstenaar en DJ. Maar het grappige is dat op een gegeven moment, kan ik me ook herinneren, heb ik die beslissing genomen. Ik dacht, eigenlijk was het dat ik groeide op in Bildhoven Noord, door mijn ouders zijn wetenschapper, maar het was vooral daarmee, was echt zo'n, iedereen was arts en advocaat en het was allemaal, iedereen zat op hockey, een grote huis en dit. En dat ik heel bewust nog herinner, ik was. Dus ik zou het moeten opzoeken wanneer ik die naam heb verzonnen. Ik gewoon dacht, this is my ticket out of here. Dat tekenen wat ik altijd doe, moet ik nu echt serieus nemen. Want ik wil dit niet. Ik wil. En dat je op een gegeven moment ook, heb ik bewust de beslissing genomen. Ik wil geen baan. Ik wil niet dat ik. Want natuurlijk kan dat je denkt, ik ga eerst een opleiding doen. Zodat ik een zekerheid heb, geld verdienen. En dan ga ik daarnaast mijn kunst doen. Maar ik dacht altijd, dit gaat zo moeilijk worden om dit te redden als kunstenaar. Ik dacht, de enige manier waarop ik het ga redden is door er 1000% en geen plan B te hebben. En dat ik toen ook dacht, toen ik 17, 18 was, dat ik dacht, nou ja, wie weet als ik ooit heel oud ben, een jaar of 30 of zo, weet je, dat, toen. Dat ik dacht, oké, misschien
besef ik dan, het is niet gelukt. Maar toen dacht ik, maar dan zou ik ermee kunnen leven. Want dan weet ik dat het er gewoon niet in is. Maar dan ligt het niet aan mij. Ik ben ervoor gaan. En grappig is, ik had het met hem daarover. En hij had precies zo'n moment. Alleen het is wel zo, dat moment hebben wij dan gehad. Dat toen we 17, 18, misschien nog iets eerder waren. Maar daarna is dat, daarna, op dat moment is die keus geweest. En daarna is het gewoon, is het niet meer een afweging geweest. Omdat het gewoon is wat je doet en wie je bent. Dus er is voor mij ook nooit een andere optie geweest om niet dit vol te doen. Was er ook een link tussen dadaïsme en dada? Of is dat ja. Nou ja, en dat vind ik zo grappig dat ik dan blijkbaar toen ik 14, 15 was, toch iets, een beslissing heb genomen waar ik nog steeds blij mee ben. Die naam, logo. Want wat ik zo mooi vond aan Dada toen, was dat Dada deden heel veel belachelijke, groteske dingen. Maar het had allemaal een hele serieuze ondertoon. Het was, weet je, na een Eerste Wereldoorlog, het was eigenlijk dat van alles afbreken om weer iets nieuws aan wat ik dus ook heel lang heb gedaan met die vernietiging. Maar het is eigenlijk geen vernietiging, het is gewoon, het was een vervolmaking van een, ik bedoel, vernietiging klinkt negatief, maar eigenlijk blies ik dingen op, gebruikte ik vuur. Ja, het is een ritueel om, maar de Dada ging ook over dat die oude wereld afbreken, want die was eigenlijk failliet verklaard. Het is een ritueel om naar iets af te sluiten en naar iets nieuws te gaan. Het zijn rituelen worden heel vaak gebruikt, bijvoorbeeld overgang naar volwassenheid. Een ritueel is heel vaak onderdeel van een transformatie. En Dada ging om een transformatie van een maatschappij die eigenlijk voor het failliet was, naar iets nieuws, maar ze deden het op een hele groteske manier. Ze deden een tentoonstelling en daar hingen ze niks op, maar in die tijd werd je daar gewoon voor gearresteerd. Er was één iemand die is met een roeiboot vertrokken, die ging naar Amerika roeien en heeft niemand ooit meer teruggezien. En dan kan je zeggen, het is gewoon belachelijk, maar het heeft een impact die gaat veel verder. En wat ik heel mooi vond was dat toen dat overzichtsboek van mij, ik kan die ook even zo uitkwam, 2 jaar geleden of zo, stond in Parool 2 pagina's en daar stond als kop boven, dat vond ik heel mooi, Dadara, een bloedserieuze clown. En toen dacht ik, nou, dat is dus wel grappig dat ik op mijn 14e, dat is er dus altijd in geweest. En dat ik denk, je doet eigenlijk dingen die veel mensen, die een beetje grotesk zijn, belachelijk, weird en ook iets clownesks hebben en iets grappigs en iets bizars. Maar ze hebben een hele, ik denk dat daardoor dat het heel mooi is om dingen te laten zien. Want ik kan in een heel serieus een pamflet voorlezen van dit moet. Maar het mensen raken en dat ze nou denken, oh wauw, dit is, bijvoorbeeld humor ook, op het moment dat iemand ergens om moet lachen, dan heb je dus al een zaadje geplant in iemands hoofd. Mm-hmm. En dan denkt iemand, oh nee, ik vind dat een stom idee. Maar ja, humor is dan zit het er al in. Kan je iets vertellen over je jeugd? Je vertelde net dat je ouders wetenschapper zijn. Ik las ergens dat je in Polen geboren bent. Ja, ik ben in Polen geboren, maar ik was nog geen jaar oud toen zijn mijn ouders hierheen gekomen. Okay. Ik ook mooi van, die hebben echt alles achter zich gelaten. Ik ben naar Nederland gekomen, toen hebben we nog 2 jaar in Amerika gewoond. En toen ik 4 was, definitief. Hier, grappig is weer dat toen mijn zoon 2 was, heb ik ook een jaar in Amerika gewoond. Dat je bijna denkt, uiteindelijk herhaal. Waar in Amerika? Texas, okay. Dallas, Texas, ja. Was ik artist in residence. Maar dat heeft heel veel impact gehad, want ik weet dat mijn ouders op een gegeven moment ook een toekomst voor zich zagen, dat ik een mooie opleiding ging doen en wat eigenlijk achteraf, dat is ook zo mooi dat ik veel meer dingen begrijp. En ik denk, ja, eigenlijk ben ik een immigrantenkind. Ik denk door, want mijn ouders hebben door dat ze professor en dokter waren, gewoon een nieuw leven hier kunnen opbouwen. Maar ja, dat was al geloof ik vrij snel duidelijk dat ik dat niet allemaal ging doen. Maar dus daar heb ik mij niet aan gehouden. Maar ik weet dat mijn ouders ook één ding aan mij gezegd hebben. Van, ze kunnen alles van je afpakken, behalve wat in je hoofd zit. Mm-hmm. En dat is zo mooi, dat hebben ze laten zien. Door gewoon hun land achter, alles achter zich te laten. En ik denk dat die er altijd in is gebleven. Waardoor ik ook, want dat vind ik ook waarom Berlijn zo lang zo een favoriete stad van. En ik zoveel projecten daar heb gedaan. Omdat dat bewustzijn daar ook heerst van wat vrijheid betekent. En don't take it for granted. Dus dat soort dingen hebben heel veel impact gehad. Maar dat ik opgroeide in Bilthoven-Noord, in een plek waar iedereen inderdaad veel geld had en iedereen op hockey zat, en heeft ergens ook impact gehad. Omdat grappig genoeg dat ik dat eigenlijk achteraf dus waardeer. Omdat ik denk, ja, dat
heeft mij een drive gegeven dat ik wou dat niet. Ik was de enige uit mijn... Ik kan dus heel goed leren. En heel veel mensen hadden zoiets, ja, je vergooit je toekomst. Want iedereen ging bedrijfskunde, recht en economie studeren. En ik... Maar het is ook de reden geweest dat ik toch dus op mijn 14, 15 dat idee had. Ik moet echt serieus voor mijn tekenen gaan. Dus ik, omdat ik mijn hele leven al tekende, dat is die interne drive. Dat ik toch dacht, dit is gewoon dus echt wat ik moet doen. Want ik wil dat al... En ergens was ik dus een buitenbeentje toen. En dat is... ik denk dat dat... want als ik altijd lees over andere kunstenaars en muzikanten en schrijvers, heel veel... Ergens is dat heeft daarin je childhood heel veel impact. Dat het dus ook dus niet... Het was ook een geen intellectuele omgeving. Ja, of maar ik moet zeggen, op die leeftijd had ik liever ouders gehad die kunstenaars en muzikanten waren geweest. Maar ik ben, en wat ik te gek vind, is dat ik juist er een andere wereld bij heb gekregen. Dat ik vooral met mijn vader vaak gesprekken heb, omdat hij nog steeds actief is als wetenschapper. Omdat wetenschap en kunst zijn aan de ene kant totaal verschil. Dat was toen ik 15 was, vooral het ding dat ik dacht, ja, dit is echt boring. En dus je zit natuurlijk geen seks, drugs en rock'n'roll aan wetenschap. Maar op een dieper level is het leuk dat het gaat niet over gewoon deze wereld. Het gaat over een andere wereld. En wetenschap gaat ook niet over oplossingen creëren voor dit. Het gaat gewoon over dingen verzinnen. En soms vind ik ook mooi dat het daarin de zoektocht naar dingen en dat gevoel, dat dat dus ook heel erg in wetenschap zit. Nou ja, ja, dit is weer... Maar zien ze je nog als een ontspoorde kind die de kunst in is gegaan? Of hebben ze je helemaal geaccepteerd nu? Dat... Oh nee, maar dat hebben ze al heel lang geaccepteerd. Dus ik denk dat 2 jaar een beetje toch... terugkijkend is natuurlijk altijd anders, maar dat was wel even een dingetje, zeg maar. Ja, mijn ouders dan ook. Dat is jou. Nee, ze hebben me altijd vrijgelaten. De enige voorwaarde was dat ik ging studeren. Maar niet het onderwerp totaal niet. Je hebt de bevestiging wel gehad, zo een beetje van je ouders. Ik vind het wel dat je goed bent. Ja, hoor. Ja. Ja, dat is geen probleem. Nee, zeer normaal. Dus echt fan van... mijn vader is fan van 2 kunstenaars, van mij en van Hieronymus Bosch. Wauw. Van Hieronymus, maar dat vind ik dus weer leuk, dat ook de liefde voor Hieronymus Bosch, dat is weer heel bijzonder. Mijn vader heeft iets van 250, als hij dit ooit terugkijkt, ik durf zeg even, pa, ik weet niet hoeveel boeken je hebt, maar volgens mij, het zijn er dus echt meer dan 200 over Hieronymus Bosch. En wat ik dus te gek vind, er was... 4 jaar geleden volgens mij een grote Hieronymus Bosch tentoonstelling in het Noord-Brabants Museum. Ik ben 1 keer zelf gegaan. Dat was de enige nacht dat het open was. Ik ben de ene nacht gebleven. Maar ik ben ook een keer met hem gegaan. En dan ging ik naar het schilderij kijken. En als ik was uitgekeken, ging hij alles uitleggen door... Van jongs af aan heb je al Hieronymus Bosch bekeken. Ja. Dat is wel grappig dat het dan zo in je werk zit. Het zit ook wel mee. Ja. En ook toch die wetenschapper zit er dus dat ik die achtergrond heb... Want Juxtapost, dat is een Amerikaans kunstblad waar ik al heel lang fan van ben. En die hebben dit boek, hadden ze ook een review over geschreven. En daar stond ook dat ik als een wetenschapper te werk ging. Maar ook de hele manier, dat vond ik dus heel grappig. Dat hij dat de helft van de recensie ging ook daarover. En soms heb ik ook het idee dat ik als kunstenaar ook een beetje een mad professor ben. Met mijn atelier waar ik... Want het is inderdaad niet... Ik ben niet alleen maar... schilderijen aan het maken. Ik ben inderdaad dat ik een thema en dan iets geobsedeerd word en dan probeer ik allemaal dingen. Nu heb ik dus op deze expo dingen met 3D-printen gedaan. Ik heb vorige expo mijn hart laten scannen. Ik bedoel, ik heb dus grote performances gedaan. Het is de vorm kan elke keer anders zijn, maar ik vind het ook leuk om op het moment dat ik een bepaald project doe, dat het kan zijn dat zich dan een vorm aandient. En dan is het niet zo dat ik denk, ja, maar dat is niet mijn vorm, want ik ben tekenaar, ik ben schilder, ontwerper, ik ben... De Grey Man, zat hij ook op hockey? Wat? De Grey Man, heeft hij op hockey gezeten? Geen idee. Het is wel grappig dat ik voor het eerst in 15 jaar of zo dus de Grey Man weer heb geschilderd op een doek. Omdat ik nu, toen de Artisan of Present werd weggedragen... Die heb ik verwerkt in het Wapen van Amsterdam. En toen heb ik links en rechts de Grey Man geschilderd. Omdat die ook ooit... omdat ik die ooit ook als groot... Nou, hier heb ik hem 1 keer open als... Ja, die is mooi. Groot standbeeld
heb gebouwd. En dat ik eigenlijk dacht, dit standbeeld, de Statue of No Liberty, en het weghalen van de handhabers van de Artist Not Present, is eigenlijk hetzelfde, maar het mooie is dat de vorm is anders. Ja. Maar ik vond ze heel mooi om ze dus naast elkaar te zetten. Nu staat hij bij Sloterdijk in de buurt en deze heeft 3 jaar voor het Rijksmuseum gestaan. Wat ik me wel gelijk afvroeg bij dit werk is, waarom houdt hij hetzelfde ding vast als de Statue of Liberty? Omdat het de Statue of No Liberty is. Ja, dat snap ik, maar moet hij dan niet iets anders vasthouden? Nee. Waarom is het hetzelfde object? Omdat hij met zijn pak en zijn stropdas en alles net doet alsof hij ook het Statue of Liberty is. Mm-hmm. Dus dat eigenlijk is het zo van, ja, maar wij we geloven ook in... Mijn eerste gedachte was van, moet hij dan, als het een soort boekhouder is, moet hij dan niet een pen vasthouden? Of een scheis. Ik vond het juist mooi. Ja. Dat gewoon de Statue of No Liberty is alleen dan de... Prachtig. Het is een mooi beeld. Die stond voor de Reflex Gallery toen ik getatoeëerd werd door Henk Schiefmacher en jij de tekening op de been had gezet. Maar ook daar heeft de gemeente, die heeft er jaren gestaan, dat was onderdeel van de beeldenroute en daarna heb ik hem niet weggehaald. De gemeente heeft ook zoveel. Ik denk, de gemeente, dat is ook een soort constante. Dat ze gewoon al jaren zoveel lopen te zeuren. En nu, ik denk dat ik op een gegeven moment denk, misschien kan je ooit ook dit gaan waarderen. Je zou in principe inmiddels een expositie kunnen maken die helemaal gericht is op de thematiek van de Dara en de interactie met de gemeente. Dat begint al een ijzerleven. Ja, ik ga daar echt geen expo over doen. Dat is wel gaaf. Maar ja, we... Ja. Gesubsidieerd door de gemeente natuurlijk. Ja. We moesten het nog hebben over decompo. Dat was een moeilijk woord. Decommodification. Maar die hebben we genoemd bij de like. Ja. Dat commodity is een verhandelbaar goed. Dat waar mensen zo boos werden over dat logo. En we hebben het ook genoemd met kunst. Dat kunst dus alleen maar zoveel aandacht krijgt als het geld waard is. En dat is dus dat de waarde... En heel veel van mijn werk gaat over realiteit, maar ik denk dat een andere rode draad ook waarde is. Mm-hmm. En dat ik altijd zo lastig vind dat waarde in geld uitgedrukt moet worden. En dat je gewoon merkt dat in onze maatschappij dat het heel moeilijk is voor de maatschappij om dus dingen te begrijpen die dus gewoon waarde hebben. En dat mensen dat misschien wel voelen, maar denken, ja, maar je kan er dus geen politiek, er kan geen, er kan geen regelgeving op komen. Dan is er iets bedacht. En dan zegt iemand, ja, maar kunnen we dit doorrekenen wat dat oplevert? Het doet me denken aan een verhaal van een vrouw die na de Tweede Wereldoorlog... de meeste mannen, Canadezen, die dus kinderen hadden gemaakt in Nederland... bij vrouwen, die waren weer terug naar Canada. En heel veel vrouwen zaten hier met hun kinderen. En die vrouw heeft haar leven lang ervoor gezorgd... dat die 200 of 300 soldaten op een of andere manier in contact kwamen met hun eigen kinderen... Ofwel alimentatie ging betalen, ofwel af en toe een ansichtkaart sturen. En toen die vrouw geïnterviewd werd, toen vroeg de interviewer van, ja, maar wat deed je verder voor werk? Wat deed je nou echt? Toen zei ze, dit is wat ik deed. Dit heb ik mijn hele leven gedaan, daar heb ik voor geleefd. En ja, ik ben het wel met je eens dat we in deze samenleving op een bepaalde manier naar waarde kijken. En heel veel dingen die waardevol zijn, of weggooien, of niet zien als waarde. De dag dat ik had altijd Duitsers op mijn bank. Want ik deed mee met een Duitse liftcentrale. En als je dan wat mensen uitnodigt op je couch, dan krijg je een lift voor je naar Berlijn en naar Düsseldorf, waar ik af en toe moest zijn. Op een goede dag kreeg ik een mail van de Airbnb. Die zeiden, ja, vanaf nu af aan is gastvrijheid niet meer iets wat je zomaar gratis kan doen. Dus of je hebt geen couchsurfing website. Dan hebben wij alvast voor je uitgerekend hoeveel je kan verdienen met het uitlenen van je bank. En ik had zoiets van, ja. Die techniek die pakt ook eigenlijk alles wat waardevol is. Op het moment dat ze weten hoe je het kan vermarkten, is het waardevol. En voor die tijd is het niet waardevol. Maar er worden steeds meer dingen van ons afgepakt, zou ik maar zeggen. Nou ja, maar het is gewoon voor mensen heel moeilijk. Is blijkbaar is gevoel is een lastig ding. Dat... Sommige dingen die waarde hebben, hoef je niet in iets, in een getal uit te drukken. Dat is dus net als wat kunst niet per se beter. Sommige dingen maakt niet uit, dat is gewoon waardevol. Dan denk ik, ja, dat kan je bij mensen vragen als ze een kind hebben. Dan zeg je ook, ja, hoeveel geld is dat kind waard? Dat is niet relevant. En dat vind ik sommige dingen is wel relevant, dat is ook niet erg dat er een maatschappij is. Ik heb een project over tijd gedaan, heel mooi vond ik. Ook een ander voorbeeld over meetbaar.
De oude Grieken hadden twee woorden voor tijd. Chronos en Kairos. Chronos is gewoon 9 uur, 8 uur. Het gewoon alles. Weet je, het is nu 8:15. Elk kwartier is een kwartier. En Kairos is gewoon de juiste tijd om dingen te doen. En ik vond het zo'n opluchting toen ik dat las. Want dan dacht ik, ja, zij begrepen dat dus wel. En het, maar het betekent niet dat de ene niet waar is en de ander wel. Want door die Kronos, natuurlijk, als je treinen op tijd wil laten rijden, vliegtuigen, heb je gewoon Kronos nodig. En voor andere dingen niet. Ja. En voor sommige dingen is het heel praktisch dat er geld is, dat het meetbaar is. Want praktische dingen, als je elk ding moet hebben, ja, maar je moet de waarde voelen, dan wordt onze maatschappij vermoeid. Dus dan denk je dat gewoon. Maar andere dingen hebben waarde. En oké, daar zit dan geen getal op. Maar dat is dus wel een bijeffect wat geld heeft gedaan, dat het alles kwantificeerbaar heeft gemaakt. Maar ja, dat zie je, social media doet dat ook. Want dan heb je een plaatje en dat krijgt 300 likes. En dus is dat plaatje beter dan een plaatje met 100 likes. Maar dat is niet... Economie heeft al. Want dat is zeg maar zwarte doos op Burning Man die ik heb gedaan. Dat is dus een hele bijzondere ervaring. Maar een ervaring kan je niet kwantificeren. Maar een ervaring kan 20 jaar later nog steeds gigantisch veel effect hebben. Maar een zwarte doos in een woestijn is niet iets wat heel veel likes oplevert. Door een lekker Instagram model is veel meer. En dat is dan prima, maar dat heeft gewoon een ander soort waarde. Dus sommige dingen zijn meetbaar. En dat is dan prima. En dan heeft dat ook. En misschien is dat heel veel geld waard. En soms is dat ook zo. En soms kan dat weer heel bijzonder zijn. Hebben we genoeg kairos in onze westerse samenleving? Ik heb om die reden geen agenda. Ik heb nog nooit een agenda gehad, ook geen digitale. Omdat ik geloof dat inderdaad in de juiste tijd om dingen te doen. En als ik mijn hele leven volplemp met Kronos. Maar ik zou dat begrip Kairos zou van mij veel... Ja, nou ja, mooi is, ik heb dus een begrafenis voor de laik georganiseerd in Paradiso. Maar met Eddie Reefhuis, dat was toen de dominee van de oude kerk. En die vertelde mij, dus uiteindelijk had ik hem overtuigd om die dienst te leiden als dominee. En hij vertelde mij dat het ook wel heel mooi was dat ik een begrafenis als symbool had genomen. Omdat het een plek is die mensen samenbrengt. Maar ook dat dat een van de weinige plekken nog is in onze maatschappij waar dat begrip Kairos is. Want niemand zal zeggen, als een begrafenis is van ja, ik heb net in mijn agenda gekeken, maar kunnen we die begrafenis even 2 uur opschuiven? Mm-hmm. Want weet je, of ja, waar, ja. De hele tijd op je mobiel zit te kijken. Nou, hier is die met een like-kist. En een begrafenisstoet achter de lijkkist aan door de stad. Wacht, nog een beetje ook resembling aan Achille dan, hè? Dat is eigenlijk ook een kunstwerk in de vorm van een begrafenis. Ja, nou ja, maar wat Achille bijvoorbeeld heel mooi was, dat verbranden van de Roxy heeft ook zoveel of dat die brand zoveel impact gehad. Want zijn levensmotto was: One fire ignites another. En het jaar na de brand van de Roxy ben ik voor het eerst op Burning Man geweest. Dus het was ook dat het ene vuur heeft ook letterlijk het andere aangestoken. Hoe kwam je daar? Werd je daarvoor uitgenodigd? Nee, ik ben er eerst. Het was al een paar jaar dat ik er over gehoord had. En ik wou er al langer heen. En het eerste jaar dat ik geweest ben, was 2001. En toen hebben we eigenlijk contact gezocht online, wat toen natuurlijk nog niet social media en zo was, met... We dachten, we moeten gewoon een groep Amerikanen vinden die erheen gaan en daarbij aansluiten. En dan vinden we wel uit bij de krant, de Burning Man krant, hebben we ons als vrijwilliger aangesloten. En wat ik zo mooi vond, was dat het voor mij eigenlijk hetzelfde gevoel was als voor het eerst de Roxy. Dat ik weer op een plek kwam waar het ook niet uitmaakte wie je daar buiten was in de zogenaamde echte wereld. En op die plek gewoon, en er een soort magie heerst. En eigenlijk, als je het hebt over vervoelen of dingen, dat ik... bij die house scene zat toen het nog heel klein zat. En ook bij Burning Man. En het jaar daarna heb ik dus een boot gebouwd, naar Amerika verscheept en in de fikstroken. En of all places ben ik toen bij Ivonia beland. En was ik dus een kwartier bij Ivonia, die toen volgens mij 3-4 miljoen kijkers had. Want dat was een ander tijdperk. Maar grappig is dat toen niet Burning Man in Nederland explodeerde, maar pas 10 jaar daarna toen het bij BNN op reis kwam. Dus veel dingen die ik heb gedaan ook, dat je eigenlijk merkt, het heeft gewoon tijd nodig om door een groter publiek begrepen te worden. Ik heb ook nog op de NDSM gestaan. Ja, nou ja, dat was een periode dat je op de NDSM dus gewoon een ding kon bouwen. Ik had het gevoel dat de Fools Arc iets met de Ship of Fools van doen had. Maar Ship of Fools van Hieronymus Bosch? Nee, in die tijd, dat was daar bij Hazard.
Ja. Maar dat, ja, het heeft niks daarmee te maken. Nee, maar de Ship of Fools is natuurlijk een heel oud... Hieronymus Bosch heeft die ook al geschilderd. Het is een heel oud begrip. Dat komt al uit de 15e eeuw. Ja. Daar, de Ship of Fools heeft... Wij hebben allebei roots die 500 jaar geleden liggen. 600 jaar geleden, 500 jaar geleden. Dus daar, wij hebben gemeenschappelijke voorouders. Wat is dat Ship of Fools? Kun je daar meer over vertellen? Nee, de Assart, ja, het is nu... Nee, maar meer die geschiedenis waar het uit put. Nee, maar wat ik eigenlijk er een ander verhaal heb gemaakt... Ja, Fools voor mij, maar daar komen we weer terug bij de verwijzing naar Dada... De bloedserieuze clown, de fool, de hofnar. Ik heb heel lang ook gedacht, ik heb nog nooit een visitekaartje gehad... behalve als bankdirecteur, CEO en founder. Maar ik had heel lang gedacht, als ik dan een visitekaartje zou maken... zou ik daarop zetten hofnar, court jester. Omdat ik zo mooi vond dat in die tijd... de enige die echt kritiek op de koning kon hebben... zonder dat af en toe ging je hoofd er ook af... maar oké, er was, je kon kritiek hebben en kans was groot dat je dan niet werd onthoofd... was de hofnar. Omdat je door humor en door het op een andere manier te laten zien, dat is dus waarom ook de Fool's Arc die zin ook had, to save the last few fools on earth, remaining on earth from corporate evil. Dat al die, dat, en grappig is dat die Ship of Fools waar jij het over hebt, Azart, de kapitein daarvan, August, die heeft een paar jaar geleden, was ik daar met mijn zoon, toen lagen ze bij de NDSM, maar zoals alles in Amsterdam mochten ze niks meer. Want mensen die anders zijn, dat voldoet natuurlijk niet aan de regels. En dat is slecht, dat mag niet. En toen had hij tegen Mondo, mijn zoon, gezegd... En hij zegt, jouw vader is best wel een beetje gek. Zegt hij, maar het is belangrijk dat er altijd mensen zijn die nog gekker zijn. En dat ben ik. Ja. Ah, prachtig. Ja, groot respect voor hun. En als je nou een stroming zou moeten plakken op jouw werk... Hè, moeten anderen doen. Stromingen, dat vind ik leuk. Dat is leuk voor kunsthistorici en zo. Ik wil hun werk niet ontnemen. Maar dat vind ik ook iets wat je pas achteraf doet. En het bewust theatraal maken van je werk, dat past misschien ook bij die hofnarrol. Dat je er een soort theatervoorstelling van maakt. Ja, nou moet ik zeggen, maar dat is weer, als je het hebt over conceptueel, bij mij is dus mijn conceptuele en het theatrale en dat het ook mooi is... waardoor denk ik ook die automatische doodles ook past bij het conceptuele. Dat is weer wat ik doe. Maar ik ben, grappig is natuurlijk, de artist is not present, verwijst naar het werk van Marina Abramović. Anderhalf jaar geleden zijn we in Servië geweest, wat haar land is waar zij is opgegroeid. En er was een overzichtsexpo van Marina Abramović. Maar ik vind dus haar werk, wat ze met Ulay heeft gemaakt, is heel sterk. En de artist is present. Maar op een gegeven moment daarna is haar werk dus heel mooi geworden. Heel theatraal. Ze had natuurlijk in één keer geld om op budget. En grappig genoeg vond ik het daardoor veel minder. Hmm. Omdat de kracht ervan... Dus zeg maar ja, zo zijn we allemaal anders. Bij mij is altijd dat... Want ook dat zeg maar zo'n Fool's Arc... wat jij nu hier hebt opgeslagen... Zo'n ouderwetse 17e-eeuwse landkaart heeft met al die details. Maar ik vind dat ook echt heerlijk om te doen. Om verhalen... Ik denk dat ik heel erg graag verhalen creëer. Wat ik eerder zei, dat volgens mij is dat ik trollen en elfen. Dus, en dromen, dat bestaan echt. Dus als mensen zeggen, ja, dat is niet echt, dan denk ik, dat is realiteit. Alleen een andere vorm van realiteit. Dit is fysiek, kan ik dit voelen. En als ik droom, want in mijn droom lees ik af en toe ook boeken, kom ik ook in hotels. Maar die zijn... en de verhalen die ik... Ik denk dat het is met realiteit, dat... Voor mij is mijn verbeelding, ik creëer een andere werkelijkheid die dus gewoon echt is. Want daardoor kan ik ook mensen mee, door er een heel verhaal achter, dus elk schilderij van mij, daar zit een wereld achter. De schilderij is een soort blik in mijn wereld. Het is niet alleen het is niet gewoon een mooi ding aan de muur erachter. Als je erin bij spreekt door het schilderij, kan je in die wereld verdwijnen. Heb je ook wel het indruk dat je, maar misschien is dat mijn eigen projectie op. Dat je, is ruimte voor maatschappijkritiek of er is ruimte voor een verbazing. En dat levert bij jou eigenlijk aan de lopende band tekeningen. Dat zijn deze meestal zwart-witte tekeningen. Dat is de enige, dus echt rode draad in mijn werk. Dus vanaf mijn 14e, 15e, dat ik, dit is wat ik altijd, die tekeningen heb ik altijd gedaan. En soms zijn er misschien periodes dat ik met grote projecten bezig ben, dat ik een half jaar geen zwart-wit tekeningen maak. Maar ze komen altijd... En is het een soort van, ik kan me voorstellen dat je als kunstenaar niet gaat uitleggen waarom je dit maakt, maar kan ik wel de conclusie trekken dat er altijd wel een soort van gedachte over de samenleving in zit die dan
op papier een vorm krijgen. Zit mijn, wat jij net noemde, mijn verbazing zit erin. Want ik heel veel mensen denk ik dat, ik denk dat, hè, dat die dan hier rondlopen en denken, oh ja, zo is de wereld. En ik loop heel vaak rond en ik ben me non-stop aan het verbazen. Mensen noemen mijn werk surrealistisch. Want dat is denk ik wel een term die mensen er vaak op plakken. Surrealistisch, bizar. Een parallelle wereld is het vaak die dan verwijst naar deze wereld. Maar ik loop gewoon in de zogenaamde echte wereld rond. En ik vind het een partij surrealistisch en bizar. Ja, misschien heb ik dat gevoel wat mensen bij mijn werk hebben, heb ik. Zeg maar als ik rondloop, dat ik er gewoon naar denk. En dan denk ik, mijn god, is dit gewoon, is dit real? En dan denk ik niet eens dat het een computersimulatie is, maar dan nog, het is gewoon nog bizarder dan een computersimulatie deze wereld. Ja. Maar ik vind dat dus die verbazing daarover, die heb ik altijd gehouden. En ik denk dat ik die uitdruk. Mooi, hè? En je, als je zoveel werk maakt, hè, je bent heel productief, betekent dat je een discipline nodig hebt? Dat je bij wijze van spreken dagen hebt waar je geen zin hebt om te werken, maar dat je toch gaat werken? Of, nou, ik heb, of, zeg maar, of ga je iedere dag met even veel plezier... Ik heb discipline, maken. Maar niet... ik sta dus... Nou ja, ik heb een zoon die naar school moet... en daarvoor sta ik dus met grote regelmaat op. Maar ik ben gewoon nachtmens. En het kan soms zijn... Soms sta ik 's ochtends op... en ik sta ook heel vaak om 2:00 's middags op. Maar ik kan ook zijn dat ik ook dagen... Dan sleep ik me door de dag. En dan in één keer is het 8:00 Ik ben moe en ik denk, ik ga vroeg naar bed... En dan ga ik toch nog wat doen en dan in één keer zit ik erin en dan is het 6:00 's ochtends en denk ik, oh, bleh. Over een uur moet ik alweer opstaan omdat, zeg, nou, ik kan dus, ik heb een discipline, maar die is niet gebonden aan 9-to-5 of aan tijden. Maar ja, wat ik ook heel leuk vind, er is, wat ik... Maar, je maakt alleen maar iets als je zin hebt of, ja. Of moet je soms toezetten van, oké, ik heb... 2 weken niet getekend, ik moet nu weer tekenen. Nou ja, ik heb nu 2 weken was niet in mijn atelier geweest... en ik werd depressief van het nieuws volgen. Betere motivatie had ik niet, dat ik dacht... ik wil weer gewoon mooie, tekenen, vette dingen maken. En ik ben weer begonnen. En dat maar die 2 weken op de bank liggen is dan ook prima. Mm-hmm. Maar wat dus ook zo is... het is niet gezegd dat als ik op de bank lig... en ik kan dan ook... ik kan ook nog dagen huilend op de bank liggen... en dan draai ik de hele tijd hetzelfde nummer. Het is niet zo dat ik dan niks doe... Dat is ook waarom ik heel bewust beslissing heb genomen, eigenlijk al op mijn 15e. Ik wil geen baan, nooit. Omdat ik dacht, als ik dit namelijk wil redden, kunstenaar worden fulltime, dan moet ik er vol voor gaan. En vol voor gaan betekent dat ook als ik een dag niks doe, ben ik toch de hele dag ermee bezig. Want ik merk dat soms zoek ik een oplossing voor dingen en dan kom ik niet uit. En dan ga ik gewoon, dan ga ik uit, dan ga ik andere dingen doen. Ja, uitgaan is dan iets van vroeger. Dan ga ik andere dingen doen. En dan in één keer om 4:00 ochtends of op de meest rare tijdstippen, bam, dan is het er. En dan ben ik dus toch, heb ik 3 dagen, zou iemand anders zeggen, heb ik niks gedaan. Niet waar. Mm-hmm. Ik ben dan toch, maar ik heb inderdaad die discipline. Maar het leuke is, toen ik denk ook een jaar 15, 16 was, ben ik een paar keer bij Dick Bruna geweest. Dan ging ik mijn werk laten zien, vooral die tekeningen. En dan ging hij dan dingen vertellen. Maar wat ik zo mooi vond... Ik vond dus eigenlijk, achteraf gezien... Denk ik ook, heeft het heel veel impact gehad. Want ik dacht, kunst... Ik dacht altijd, ja, dat is wild en chaos. Ik was toen al helemaal in die Keith Haring, Basquiat, Warhol. Nog steeds geweldig. En dan kwam ik bij hem. Hij kwam altijd om 8:30 of 9:00 op zijn atelier... Dronk hij beneden het café, want je moest 2 trappen op, dronk hij een kopje koffie. Ze wisten ook koekje erbij. Om 1:00 's middags klokslag at hij de boterhammetjes op die zijn vrouw had gemaakt. En wat ik het meest shocking vond, om 4:50, maakt niet uit waar hij in zijn tekening was, spoelde hij zijn kwast alvast uit, zodat hij om 5:00 naar huis kon. Ja, prachtig. Ja. Ja, maar het leuke van kunst vind ik, er zijn dus geen regels voor. Op die manier, en er zijn heel veel kunstenaars die werken op die manier. En er zijn kunstenaars die inderdaad... alleen maar nachten doorhalen en er zijn kunstenaars die alleen maar conceptuele dingen maken. Er zijn kunstenaars die hun hele leven hetzelfde doen en alleen maar datzelfde poppetje verder perfectioneren. De mensen zoals ik die elk jaar weer wat anders en het is allemaal, het kan allemaal. Ik hoorde dat hij helemaal niet door had dat hij rijk was. Bruna. Ja, die gaat zien, maar ja, hij heeft dat hij een hele mooie auto zag en dat hij dacht, van, nou dat is een mooie auto. En dan zei iemand, nou die zou je zo kunnen kopen. Oh ja? Nou ja, hij heeft zijn hele leven in het Rijtjeshuis gewoond, waar hij altijd, terwijl die paar 100 miljoen had. Ja, ongelooflijk. Ja, ik heb pas beseft hoe groot hij was. Het begin jaren 90 was ik
uitgenodigd voor een festival in Japan. En toen was ik in eenmaal een groot warenhuis. Dat had 5 verdiepingen. En de 4e verdieping bestond gewoon voor de helft uit Nijntje. Toen dacht ik echt van wow. En waarom ging je je tekening aan hem laten zien? Ja, het via zijn dochter, die ken ik toen. Maar dit was toen, nou ja, het was natuurlijk op die leeftijd. Het is natuurlijk mooi dat zo iemand, dat je gewoon, dat je toch, nou ja, omdat ik in Beeldhoven-Noord was toch een ding dat ik daar, het is toch anders. Mijn zoon groeit in Amsterdam op, maar in Amsterdam heb je heel veel verschillende soorten mensen. Maar hier is het natuurlijk niet raar als je kunstenaar, muzikant bent. Er kan, en daar bestond dat niet. Dat was inderdaad, iedereen zat op de hockeyvereniging en het was allemaal keurig. En het was voor mij mooi om, want ik weet ook op een gegeven moment heeft één leraar, want ik was de hele tijd in mijn schoolboek aan het tekenen. En al die leraren waren natuurlijk, ja, ik weet nog dat ik voor tekenen had ik een 5,5. Dat de enige reden was dat je voor tekenen geen onvoldoende kreeg, omdat het gewoon te onbelangrijk vak was om een onvoldoende voor te krijgen. Maar ja, dan moest ik een vogel tekenen of iets. En dan had ik die vogel paars gemaakt. En de leraar zei, een vogel is niet paars. Nou, dat is, het was. Nee, er is één leraar die heeft op een gegeven moment zag mij tekenen. En die heeft mij toen een blad gegeven van de Nederlandse Cartoonistenvereniging. Die had zoiets. Volgens mij moet je hier. Dat was ook zo belangrijk voor mij. En voor mij was belangrijk inderdaad dan. Dat ik toch inderdaad die Keith Haring en Basquiat aan bepaalde tentoonstellingen. Want ik ging al heel jong inderdaad ook naar het stedelijk toe, naar dingen. Dat ik dacht, oh ja, er gebeuren dus allemaal dingen waar ik nog geen weet van heb. Maar er is een wereld hier buiten. En dat toch zo'n Dick Bruna, dat was iemand die dan gewoon zo leefde. Al was dat misschien niet de rock'n'roll die ik als 15-jarige in gedachten had. Maar ik vond het heel bijzonder. Wat vond hij van je werk? Ja, het was sowieso een hele lieve man. Dus die had alles prachtig. Ik vond het dus mooi dat dat wist hij ook. Dat het gewoon dat iemand die toch zo. Ik bedoel, want hij was toen ook een beroemdheid. Dat hij toch gewoon positief was over mijn dingen. Is dat inderdaad daar Ali zoekt naar gezien worden? Nou ja, ik denk dat elke. Ik weet niet als je. Nou ja, het ding is dat je weer die geweldig. Ik weet dus niet wie dat op die academie in Eindhoven gedaan, maar die mij zo de grond in heeft geboord. Die mij heeft geleerd op een hele jonge leeftijd dat dus wat anderen van je vinden totaal niet belangrijk is. Maar als 15, 16-jarige is dat natuurlijk een ander. Dat kan een verwerkingsproces met verhaal. Nou, wat heel mooi is, is dat het twee kanten op werkt. Dat betekent als ik iets maak, en zoals bij zo'n Like For Real, dat mensen echt een half jaar lang echt online met honderden mensen maar helemaal de grond in boren en uitschelden, verschrikkelijk, en dat ik af en toe ook haatmail krijg. Dat is allemaal prima, maar de andere kant is dat als mensen alles geweldig vinden wat ik doe, dat is ook niet zo boeiend, want dat is gewoon hun mening. Dus als ik iets wil doen, dat is het belangrijkste. En als ik iets doe wat succes heeft, dat ik dan iets anders zou willen doen en denk ik, oh, maar misschien raak ik dan mijn succes kwijt. De erkenning is uiteindelijk is het toch het belangrijkste. En natuurlijk is het leuk. Nou ja, wat gewoon heel praktisch is, dat doordat ik in meer of mindere mate bekend ben, daardoor kan ik heel veel dingen voor elkaar krijgen. Dat is zeg maar iets heel. En voor de rest heeft volgens mij Wim Delvoye, een Belgische kunstenaar, heeft ooit gezegd. Ik hoop eigenlijk dat hij dat heeft gezegd voordat ik weer een quote. Eigenlijk moet je alles even googlen. Maar dat fame is gewoon een byproduct van art. Net zoals dat shit stront is gewoon een byproduct van eten. Als je dus eet, ga je naar de wc. Maar je eet niet om naar de wc te gaan. En heel lullig gezien, soms ga je naar de wc en denk je, oh, lekker. En soms, oh, dat is het echt. Dat is met, ik moet eerlijk zeggen, met bekendheid is dat ook zo. Soms is het namelijk heel leuk. En soms is het niet leuk, maar of het nou leuk is of niet leuk, het is een bijproduct. Het is in verhouding tot dingen maken, is het zoveel minder relevant. Ik denk dat ik heel ongelukkig zou worden als ik dingen ga maken om bekendheid te krijgen, terwijl ik dat eigenlijk niet wil doen. Hoe is dat voor jou om zo te opvangen? Ah, ik ben geen kunstenaar. Ik werk in opdracht. Omdat ik heb die noodzaak van buitenaf nodig om dingen te maken. Ik combineer het wel. Ik doe ook eigen producties en eigen werken. Maar in die zin ben ik wel echt een ontwerper. Ja, dat weet ik. Je gebruikt die noodzaak natuurlijk om er continuïteit in te houden. Maar er is ook een andere drive. Anders maak je niet zo'n stoel als die daar. Mm-hmm. Dus dat punt waar we nu aangeland zijn van nou, je hebt
je maakt iets en het wordt gezien. En dat is, jij zegt het is een bijproduct van het feit dat je gewoon dingen maakt en dan wordt het misschien gezien. Misschien als jongen had je daar dan wel gedaan om gezien te worden. Ook omdat zo'n directeur van school zegt, ja, kan niks. Nou ja, maar het is natuurlijk sowieso, is het op een gegeven moment, is het, dat merk ik ook aan veel andere mensen die ik ken, uiteindelijk leef ik gewoon in een droom. Ik heb me serieus zeggen, af en toe heb ik dat ook, dat ik denk, wauw. Ik had dat nu ook met het maken van deze expo, dat ik gewoon denk, Daniel, dit is gewoon een droom. Ik leef gewoon in mijn droom, maar als jonge gast, ik denk of dat nou of je muzikant bent of kunstenaar, het is toch je droom. En je weet gewoon dat je dat is wat je gewoon wil. Want ik weet ook nog dat een van de allereerste artikelen die ooit, een van de allereerste bladen die ooit over mij schreef was De Oor. Een jaar of 21, denk ik, was echt dat 22, dat was toen die house scene opkwam en ik inderdaad daar bekendheid uit haalde. En in dat artikel, en ik weet die zin nog, stond er dan over mijn schilderij, gemakzuchtige maatschappijkritiek in hardbetonnen kleuren met de weekheid van een door hallucinogene aangevreten acid hippie. Wauw. Het is een hele mooie zin, maar is in ieder geval, dat ik in ieder geval door had, dit is niet positief. En toen ik 21 was, dat deed pijn. Dat je gewoon wordt afgekraakt, omdat het ook zo dichtbij ligt. Maar dat, nu besef ik, ik word niet afgekraakt. Iemand vindt, en dat is prima, als, want sommige muziek vind ik verschrikkelijk. Sommige muziek die ik geweldig vind, vinden mijn vrienden verschrikkelijk. Dat is prima. Dat is het mooie ook van kunst. Er is wel iets objectiefs dat je van iemand kan zeggen, wauw, die heeft echt een level. Er zit een kwaliteit in. Maar of ik het goed of slecht vind, dat is heel subjectief. Al doet een maatschappij misschien erover inderdaad met dat het veel geld waard is. Dit is goed en dit niet. Er zit heel veel subjectiviteit in. Dus het is prima als iemand het verschrikkelijk vindt wat ik doe. En dat is echt die persoon zijn mening. Dan is dat sterker nog als mensen echt, sommige mensen worden dus echt boos van wat ik doe. Of die gaan dan bij sommige projecten denken. Dat is ook prima, omdat mensen worden dan geraakt. Liever nog dat iemand dus de moeite neemt om zoveel creativiteit in een zin te leggen, omdat hij zich blijkbaar zo ergert aan wat ik doe, dan dat iemand denkt, nou, whatever. Ja. Ik vind whatever, dat is dan vrij pijnlijke mening. Ja, dat is eigenlijk niks waard. Ja. Bij jou, we hebben het ook gezien. Mm-hmm. Hoe is het voor jou? Ja, ik was, toen ik 18 was, toen had ik een keuze tussen muziek en tekenen. Dat is een beetje vergelijkbaar. En ik wist gewoon dat ik een betere tekenaar was dan een muzikant. Ik kon wel muziek maken, maar mijn gevoel van ritme was gewoon niet op niveau. Ik wist dat ik dat nooit ging oplossen. Dus, en toen zag ik een tentoonstelling van Giugiaro. Die maakte auto's en ook vergelijkbaar met jou. Auto's en horloges ontwierp hij. Toen dacht ik, nou, dit is het leukste wat je kan doen als je tekent, is ontwerpen. Dus ik heb in die zin mijn hart gevolgd, dat het leek me gewoon superleuk. En na de academie, ik heb in mijn hele traject van de academie, heb ik ook dat traject gemaakt van TU naar steeds vrijer. En ook ik ben begonnen op de TU via academie in Eindhoven, ben ik geëindigd op de Rietveld. Dus bij mij is het altijd een struggle tussen toch een soort dienstbaar zijn door problemen op te lossen en mijn eigen creativiteit en expressie. En ik heb niet echt gekozen voor die twee. Ik doe allebei. Ja. Ja, wat ik heel mooi vond op Eindhoven, want een van de gekste dingen die ik van die school vond, was dat er een lezing op een gegeven moment was van Joost Zwarte. Ja, Joost Zwarte is dus tekenaar. Ja. Joost Zwarte heeft gestudeerd, die volgens mij zelfs, ik weet niet of hij afgestudeerd, maar die studeerde aan de TU Eindhoven, want die wou dus ontwerper worden. En toen dacht hij, ja, maar één keer had hij zoiets met budgetten en productietechniek, had hij helemaal geen zin in. En toen, en dat zei hij in de lezing, zei hij, ja, maar als ik dus een stoel ontwerp en ik teken hem en ik plaats hem in mijn wereld, heb ik hem gewoon gemaakt. En dat vond ik dus geweldig, dat je kan dus gewoon alles maken gewoon op jouw manier. Ik denk bijna dat het belangrijkste was van dat ik die lezing van Joost Zwarte heb gezien in dat jaar op die school. Ja, dan moet ik nou over een vraag van jou kapen die jij bedacht had. Ben jij dan het kunstwerk? Nee, ik ben niet... Nou ja, ik heb heel lang ben ik anoniem geweest. Dus dat Dara, mensen kennen die namen. En ik zoveel mogelijk mijn hoofd uit de media weghield. Toen ben ik inmiddels, zeg maar, toen met dat geldproject eigenlijk, maar echt, nee, Triniertopia, zeg maar, in 2007 ben ik gaan performen in mijn werk. Dat was ook echt wel een moeilijke beslissing, want ik werd in één keer onderdeel
van. En ik merkte toen wel dat het voor mensen ook makkelijker maakte, omdat het minder abstract werd, dat ze een verbinding konden leggen met mij als persoon. Nu ben ik het liefst weer wat anoniemer, maar ja, je kan nooit meer, als je eenmaal uit anonimiteit stapt, kan je natuurlijk niet meer terug. Maar er is ja, John Frusciante, dat is een held van mij, muzikant, was ooit gitarist van de Chili Peppers. En die heeft ook gezegd, net als met dat met meditatie, dat via een object, dat je kan ook ergens anders komen. Dus hij zegt, door mij als persoon kan je bij mijn muziek komen. Dat het probleem van de westerse wereld vaak is, en dat die celebrity cultus, dat we blijven hangen bij de persoon. Hij noemde toen Jimi Hendrix, dat hij zei, ja, als mensen vragen wie is Jimi Hendrix, gaan mensen zeggen, ja, een black American met een afro die LSD nam en zijn gitaar in de fik stak. Maar hij zegt wel, eigenlijk als je wil weten wie is Jimi Hendrix, moet je een nummer van hem opzetten. Dat is. Dus dat het gaat om de ideeën en de, en uiteindelijk, zeg maar, is wat ik maak natuurlijk onderdeel van mijn persoon. Dus is het ook leuk om mijn gedachtegoed en dingen te weten, maar het gaat, ik bedoel, het kunstwerk zijn de dingen die ik maak. Zo. Ja, we hebben nog één vraag te gaan en dat is die, we hebben een wishlist. En een laser die staat hier op de muur. Ja, ik had het wel opgevallen. Die is al een keer langs geweest. En we denken en hopen dat hij nog een keer gaat langskomen. En dan hebben we een soort van doorgeven. Dus stel dat het ons nou lukt om een laser voor de microfoon te krijgen. Wat zou je hem dan willen vragen? Nou ja, ik heb hem gisteren nog gezien, want hij kwam bij mijn expo. Ja, ik weet niet. Vraag ook niet. Nou ja, wat ik wel mooi vond, is dat door de samenwerking nu met laser, hij heeft dus zijn hele leven getekend, maar hij heeft dus op een gegeven moment is hij die teksten gaan maken. En eigenlijk vond hij het dus wel weer heel te gek om te tekenen. En hierna heeft hij bij de de Grand, heeft hij een artist residentie gedaan, heeft hij een week gezeten. En daar heeft hij dus ook een schilderij gemaakt met een tekst op, maar echt getekend en geschilderd. Dus ik heb zijn liefde voor tekenen en schilderen door die samenwerking weer aangewakkerd. En eigenlijk is het, denk ik dan, misschien is wat hij doet dus al heel lang één bepaald ding. Ik doe altijd, het is wel Dada, maar altijd weer andere. En ik denk, zou hij zich kunnen voorstellen dat hij dus misschien in een toekomst niet meer teksten zou schrijven, maar een ander, gewoon dat het inderdaad, dat hij, waanzinnige schilderijen maakt, gewoon omdat hij dat op dat moment voelt en dan afscheid zou kunnen nemen van waar hij altijd tot nu toe bekend en dus zijn naam ook mee heeft gekregen. Ja. Ja, dankjewel. Ja. Dat is geweldig. Ja, daarom keek ik net dat ik dacht, nou nog meer. Dit is mooi geweest. Nee, maar ik moet ook niet dacht dat ik jong 5 uur nog zou zitten. Zo'n beetje echt lijken. Maar dat is het deel van het. Dat binnen de tijd is gelukt. Maar deel van het format is, er is geen eindtijd. Dus misschien gaat het een keer 5 uur duren. Ja.